taste of you is left here in the morning. Your hands on me, they never stopped exploring. I'm hooked on you, obsessed, it's true. I feel I'm losing control. Ja, welkom allemaal. Welkom bij de stream. De stream van eRacing TV. We zijn live met de eerste race. Witte, mijn co-commentator van de Criterium Cup. En vandaag gaat het allemaal om de local heroes. En die zijn zich op dit moment al warm aan het rijden in hun paincase. Ja, heel veel mensen uit België, maar ook uit Nederland, die zich op dit moment aan het klaarmaken zijn om uiteindelijk op Crit City een echt Criterium rondje vandaag te gaan knallen. Ja, lieverd, welkom, welkom inderdaad. Welkom ook aan alle deelnemers, welkom aan alle kijkers. Ja, de Local Heroes, de eerste categorie van de dag. Misschien even uitzoomen, lieverd. De eerste competitie van het jaar, 6 oktober. We zijn er vroeg bij, hoor. Ja, en iedereen is er klaar voor natuurlijk. De aftrap van het nieuwe e-racing seizoen. En we zijn verschoven naar de donderdag nu. En dat betekent dat we elke donderdagavond gaan uitzenden. Ja, in het e-racing seizoen sowieso tot en met februari. Dus zit er klaar voor. De renners zitten er ook klaar voor. Nog 50 seconden. Naar de eerste competitie, lieven. De Criterium Cup. Maar liefst 3 verschillende categorieën. Met de local heroes, dan de dames. En uiteindelijk de superstars. Ja, en die local heroes, lieven. 8 rondjes vandaag. Crit City, etappe nummer 1. Een hele bak aan punten. Daarover later meer waar die punten voor zijn. We gaan hier eerst kijken naar de deelnemers die zich aan het opwarmen zijn. Ik zie hier iemand volgens mij in zijn snelpak. Die zit er klaar voor. Alpes en shirtje aan de achterkant. Hopelijk is hij niet het hotel uitgegooid. Hier ook de mannen van Ahoy. En we hebben een nieuwe abonnee. Ja, daarover gesproken. Meld jezelf aan, hè. Via die YouTube... accounts van ons. Abonneer jezelf. Kijk naar ons Zwift-account. En moedig inderdaad al je vrienden aan. En we gaan aftellen, hoor. En de race is begonnen. De eerste race in de Criterium Cup. Witte gaat officieel van start met de Zwaluwe. Met BZR. Witte, we hebben Ahoy. Oh, wat een startveld hier.
Inderdaad, wat een startveld hier. Maar liefst 58 mannen in de local hero categorie hebben zich gemeld voor die allereerste etappe. En we zijn hard van start. We kijken hier fullscreen mee met al deze Nederlanders en Belgen in de local hero categorie. Ik pak de leaderboard erbij, lieven. Ja, alles nog netjes samen natuurlijk uit de start. Alhoewel, één iemand op een gaatje die heeft de start gemist. Twee op een gaatje. Het gaat ook verschrikkelijk hard aan de voorkant. Want die mannen weten, lieven, er liggen gelijk punten. En waar liggen die punten voor alle kijkers, voor alle deelnemers? Niet bij de finish, maar bij de prime, bij de boven, bovenop. En wat gaan we daar verdelen? 3, 2 en 1 punt bij elke ronde. Inderdaad. Het gaat gebeuren vandaag. Wie gaat het als eerste doen? Nou, ze zijn hier bezig. Dan gaan we nog een keer links, liever. Dan gaan we naar rechts. Dan gaan we de kasseitjes op. Jouw favoriete klimmetje eigenlijk. Een heel Zwift volgens mij, hè? Oeh, Witt en ik genieten hier elke keer weer van. Zit je er klaar voor? Nou, de visuals klappen erin. Dan gaan we kijken. Het is Van Genecht aan de kop. En Huisgens komt erbij. Van Laken. Iedereen op een lijn, liever. We moeten naar voren gaan. En die groep van voor, die gaat het doen. Ze komen over elkaar en over elkaar. Maar het is een lange sprint. Bessems komt eruit. Verlaken, Bessems, die gaat de punten verdelen. En ook Maarten van der Winkel is er gewoon bij. 3, 2 en 1 punt, liever. Onofficieel. Inderdaad. Dan hebben we die eerste klim al gehad, Witten. En dan gaat het hard. Hard hier bij Iris de Weneke Team Cup. Oei, zo hard dat we in twee camera's schakelen. Gewoon twee keer hetzelfde beeld om maar eens even te benadrukken. En dat beeld, liever, dat is het beeld van de kop, de voorkant van de groep. Maar het is een lang lint op dit moment door de eerste mannen. Die hebben de punten dus verdeeld. Nogmaals een reminder. Elke keer bij die prime sprint. 3, 2 en 1 punten. Dat doen we 8 keer 8 rondes. En dan op de lijn, liever, uiteraard een etappenwinnaar. Maar ook nog punten voor de top in de daguitslag. Inderdaad. En dan gaat het hard. En dan gaan we dadelijk eens kijken, Witten, hoe het in die pain caves gaat. Want daar gaat het volgens mij er flink tekeer. Ja, het gaat flink tekeer in die pain caves, hoor. Gaan we eens even meekijken bij de mensen hier thuis. Hier de renner van Ahoy. Ja, die heeft aanmoedigingen, liever. Niet alleen in die YouTube-chat, maar ook gewoon live achter hem. Nou, het is dat hij niet vooruit kan bewegen. Alleen digitaal, maar ik zou het wel doen. Terwijl hier ook een deelnemer volgens mij sprint bij die finishboog. Ja, goed om nog een keer te zeggen. Als je kijkt, die finishboog die telt alleen in de allerlaatste ronde. Daar wordt de etappewinnaar gekroond. Of het was gewoon een demarrage, liever. Want twee man met een klein gat. Oeh, ja, mooi om te zien dat het meteen de start weer keihard gaat hier in de Criterium Cup. De renners hebben zich helemaal opgepompt voor deze wedstrijd. Nou, je zou verminderen inderdaad. Dit is de opening van het e-race seizoen. Natuurlijk kan je heel het jaar door koersen en rijden op Zwift. Maar het gaat natuurlijk om de knikkers wanneer de uitzending daar is. En dat is op donderdagavond, e-racing TV, wedstrijdavond van Lieven. We zijn breder gegaan, hè? Naast de donderdag hebben we nu ook de maandag. Kun jij daar wat meer over vertellen? Ja, maandag zijn we als eerste van start gegaan met een live workout. En ik weet dat heel veel renners uit deze groep het uiteindelijk gedaan hebben om vandaag in vorm te zijn. Voor de Criterium Cup. En dat zien we, Witten. Dat zien we onder andere op de Zoom-verbinding. Terwijl we zo meteen gaan sprinten. Heel even snel, Witten. Het kan nog even snel. Zien we tijd weer fietsen. Focus. Dan zien we andere renners. Dan zien we ook, Witten. Renners. Ik denk dat we moeten schakelen. Van heel jonge leeftijd. De tussensprint is daar. We gaan niet het hoekje om. De kasseien. We zagen de mensen thuis. Volle focus. Nu gaat het anders zijn. Want de sprint die wordt ingezet. Die wordt ingezet. Van de Winkel weer voorin. En Huisgens, dat zijn dezelfde mannen, maar ook Christian Smeek. Een man die we vorig jaar ook veel vooraan zagen. Van Zwift NL, de Nederlander. Meldt zich voorin. Nek aan nek. Domien Bransma van de Zwaluwen. Hij is in de mix. Maar links komt, denk ik, de man in het zwart. Die gaat als eerste. Dat is volgens mij Sven Bessemslieven van BZR. Voor Bas Ingels en Jens Driessen ook voor in. Ja, ik durf niet te zeggen wie daar de andere twee plekjes pakken. Maar de man van BZR ging voor de 3 punten. Oeh, inderdaad, Witten. Oh, mooi om te zien dat al die punten gelijk gepakt worden. Inderdaad, elke ronde dus weer 3, 2 en 1. 8 rondes in totaal. En we gaan alweer de derde ronde in straks, lieven. Weet je wat dat betekent? Dat het gruwelijk hard gaat hier bij de local heroes, hoor. En eens kijken, dat peloton, hoe gaat het in dat peloton? We hebben een peloton op dit moment van 35 man. 35 man in dezelfde tijd. Ja, en dan toch ook al wel een groot aantal renners op achterstand, hoor, lieven. Dat tempo ligt gruwelijk hoog. Ja, en die power-ups die worden ingezet. Daar, die drafting power-up. Dat wil dus zeggen dat je makkelijker kan volgen. De aero power-up wordt hier ingezet. Ja, ik had hem gespaard, als ik eerlijk moet zeggen, voor de sprint. Maar we gaan onder start finish, liever. Dat betekent nieuwe ronde, nieuwe kansen wat de power-ups betreft. Want als we onder die boog gaan, dan krijgen alle renners in deze groep, ja, even een opfrisser van alle kijkers thuis, opnieuw een power-up. Een power-up die ze kunnen gaan inzetten op een gewenst moment op het parcours. En je hoeft hem niet per se inzetten. Je kan hem ook sparen voor een later moment.
Want ja, de beste power-up hier, lieven, is toch wel het aero-helmpje, de aero-power-up. En die wil je gebruiken in de sprint. En sprints zijn hier veel vandaag. 8 keer 3, 2 en 1 punt. En op de streep de top 10. 15 punten voor de winnaar. En natuurlijk eeuwige roem. Terwijl we eens even naar het eerste groepje kijken. We zien het. Dat peloton. Oh, als we dat hier bekijken. Witte, volgens mij zijn er al heel veel mannen vanaf. Ja, wat ik zei, 35 renners. We zijn gestart met 58. Dat betekent dat we bijna de helft overboord hebben gegooid. Dat komt door dat verschrikkelijk hoge tempo. Ja, en dat komt dan weer door die sprints. En hier zien we nog een renner. Ja, die gaat wel af, hoor, lieverd. Ik denk misschien wel kramp in de benen, want hij houdt ze helemaal stil. Oeh, en dan gaan we maar weer kijken naar de peloton. Witte, dan zien we het daar in de lucht. Ja, er worden veel mannen gelost. Inderdaad, ja, dat tempo is hoog, dat is hoog. Iedereen heeft gevoeld, je kan niet sparen bij die sprints. Je kan niet sparen. Daar liever een mooi stukje van dat parcours. Want we gaan dus die bocht nemen naar links en dan die bocht naar rechts. En daar gaan we de kassei op. En dan moet je aanzetten. En dat aanzetten moet je eigenlijk vlak doen voor de sprint. Dat betekent dat we weer gaan inzoomen naar die groep. Want daar wordt hij nu ingezet door die sprint. Als we daar die witte lijn zien, Ja hoor, ze gaan ervoor. Haal ons niet langer in spanning. Dat doe je ook niet, want de mannen gaan sprinten. 3-2-1-punt, 3-2-1-punt. Voor het klassement. Domien Brandsma weer voorin. Domien Brandsma. Maar Bessems, de man van BZR. Hij pakt alles. Hij is de kannibaal. De Evenepoel van de dag. Maar wordt hij op de lijn nog gepasseerd? Vlak naast elkaar. Onno uit Nederland, die komt er eigenlijk naast. En alles gaat op een lint, lieven. Dit is een moment, ja, net als in een puntenkoers op de baan, dat je wel eens kan doortrekken. En dan hoef je niet elke keer volle bak te sprinten met een grote groep. Dan kan je dat peloton uit elkaar trekken. Dat probeert de mannen nu te doen. Al valt het weer even stil voorin. Dat betekent dat ze achterin kunnen aansluiten. Maar die mannen die achterin moeten aansluiten, die doen steeds een veel langere inspanning liever dan de mannen in die sprint. Die moeten nu volgeven terwijl ze hier al aan het recupereren zijn. Maar Jens Dries, liever de jongeling die vorig jaar nog uitblonk bij de jongsters en nu dus bij de local heroes, die trekt door. 4.0, die wil dat gat maken. Die wil sprinten met een kleinere groep. Oeh, ja. En dan zie je het witte leeftijden, witte van jong naar oud. En dan zien we het, hè. Dan zien we de mannen hier onder andere van Ahoy. Dan zien we witte nog een man van Ahoy. Witte, die Rotterdammers, ja, die zijn met veel. En misschien kunnen ze wel samen uiteindelijk ervoor zorgen dat ze ja, een koepje plegen. Echt ploegenwerk, dat kan gewoon bij iRacing TV in de Team Cup. Ja, zeker. Gooi die communicatie door. Hè. En laat je ook horen. Ben je fan van Ahoy in het groen, maar misschien ook wel van de Zwaluw in het groen. Laat je horen in de chat via YouTube. Ja, deel ook dat je die uitzending kijkt via onze kanalen. En dan zullen we jouw verhaal doorzetten. Tag ons op Instagram. En ja, daarover gesproken, lieve. En heel veel nieuwe features bij iRacing TV. Jij zei al, de group workout. Elke maandagavond, 8 uur, is er een live workout van iRacing TV. Ja, dan rijden we niet tegen elkaar, maar dan rijden we met elkaar. Met een instructeur met een live video. Die kan je ook checken via onze kanalen. Daar krijg jij de beste beats zoals hier in de race. Maar ook instructies en beantwoorden al jouw vragen. Een uur lang vlammen op de maandagavond. En op de donderdag is het dus raceavond. En dat allebei heel het seizoen lang, hoor. Heel het seizoen zijn we erbij. Ja, en wil jij nou weten wat wanneer is en wie waar is? Word dan lid van onze club op Zwift. Via de Compain app kan je ons vinden, iRacing TV. Nu terug naar de race, want we hebben de ene op kop, liever. Eentje rijdt ervoor, terwijl we gaan naar de volgende sprint. Ja, en wie gaat het dan zijn? Wie rijdt daar dan op kop? Dat gaan we zo bekijken, Witte. We gaan zo kijken wie er op kop rijdt. Het, volgens mij is het de koning. Davy Stessens vooraan, hoor. Davy Stessens, liever. Renner die we vorig jaar ook veel zagen aan de kop. Klein gat, maar er komt dat peloton van achter. Onverbindelijk met die aerohelm. Christian Smeek, kan die hem houden? Domien Brandsma in het wiel. De Nederlanders die komen er langzaam door. Het waren de Belgen in het begin. Maar Christian Smeek gaat het pakken. Domien Brandsma 2. De 2, 3 en 2 punten. En 1 punt ook voor Onno. Een compleet Nederlandse koep hier. Zomaar trekken ze door. Durven ze door te trekken. En kunnen ze vooral ook doortrekken, lieven. Alles op een lint. Die vermoeidheid langzaam in de benen. En we zijn pas 9 minuten ver. Maar al wel over de helft van deze race. Ja, het gaat hard. Het gaat hard hier in de Criterium Cup. Met op dit moment, Witten, de local heroes. Witten, we hebben dadelijk een startveld bij de vrouwen van wel, volgens mij, 30 vrouwen. Oh, super mooi om te zien. Dat is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Mooi om te zien. En hier gaat het ook hard. Met op dit moment Domien Brandsma aan de leiding. Ja, en nog eventjes uitzoomen, hè, die competitie, liever. Die Criterium Cup die we hier rijden. Elke week zaten dus in elke categorie, 3 categorieën maar liefst, een etappezegen op het spel. Maar ook punten voor het klassement. Want wat is er dit jaar, liever? Ja, er is een grand finale in deze Criterium Cup. En hoe werkt het dan? We hebben 6 etappes volgens het concept van afgelopen jaar. 6 etappes zoals deze op verschillende parcoursen. Waarbij dus ook Crit City meerdere keren, onder andere, ja, ga ik dat verklappen, liever? Ga ik dat verklappen wat we gaan rijden? Kom maar op.
We gaan rijden in Douchy Estate 2 maal. Met een klimmetje erin en ook een keer in Neokio, lieve. Rooftop rendezvous. Steeds weer die klim op. En dan liggen daar 5, 3 en 2 punten voor de eerste 3. Ja, en na die 6 marges, dan gaat de top van het klassement al die punten dus samen. Dus rijden in een finale op uitnodiging. Als jij dus in die top van het klassement staat, dan maak jij kans om de hele Criterium Cup te winnen. Maar dan moet je wel scoren in de eerste 6 keer. Wie gaat dat doen? Wie gaat dat doen? We gaan het kijken. We gaan eens even van Cor kijken. Wie zijn dat op dit moment hard aan het rijden? Wit, en dat is volgens mij Team NL. En dat is uiteindelijk toch wel samen met Zwift NL. Een van de beste Nederlandse teams die er is. En die gaan het opnemen tegen BZR. Ja, zeker. Inderdaad, lieve. Dat team hier met Rob van Roest inderdaad vooraan. Ook wel goed om te melden. Terwijl we hier de man van Ahoy zien. Ja, respect. Goed aan het doorgeven. Hier Jens Driessen, de jonge kerel. Ook flink aan de vlammen in deze rit. Wil ik even melden dat peloton aan het uitdunnen is, hoor, lieve. Die inspanningen die gaan doorwegen. We zitten met 24 man in de eerste groep. En we gaan weer sprinten. Want we zitten weer in dat straatcircuit. Links en dan scherp rechts. En dan gaan we de keien weer op. De groep, ja, die is al een beetje gesplitst, hoor. En van Genichten, ja, trekt hij hem aan? Of gaat hij voor zichzelf? In ieder geval gaat hij van ver, maar daarachter komen ze nog altijd snel hier. En dan gaat die getal naar het oranje en zien we Smeek Time weer perfect. Weer die aerohelm. De mannen willen meedoen in Bradsman met de featherweight. En sinds lichten goed op dat stuk bergop. Want hier zit er rechtsbovenin. 6%. Een klimmetje. En komt hij daar overheen. Het is de Belg. Oh, de man in het geel. Die komt hier langs. De man in het geel. Het is Onno voor Smeek. En ik denk dat Bessem zit terug op de afspraak. De man van BZR pakt dan 1 puntje mee. 3, 2 en 1. En Maarten van de Winkel, liever, die kijkt een beetje moeilijk. En de cadans die is laag. Oeh, witte, kijk, dit is op de zoom. Oh, dit is Tom Nuits. En Tom Nuits, die heeft het zwaar. Die heeft het zwaar. Zal die er nog bij zitten? Ik ga eens eventjes kijken in de lijst, hoor. Tom Nuits hier zo. Ik zie, ja, 2 seconden, 3 seconden. Hij is de laatste man van de pak. Nummer 22, Tom Nuits van Peaks SC. Zit aan de staart van die groep. En hij beukt en dan geeft gas om er maar bij te blijven. Want tevoren staan ze ook niet stil, hoor. Dan staan ze ook niet stil. Maar Tom, als je nu volle bak doorgaat, dan kan je erbij blijven. En hij blijft er ook bij, lieve. 22 man in dezelfde tijd. Weer 3 eraf. We gaan richting de finale. Finale van de e-racing, de VK Teams Cup. Bij de Local Heroes. Inderdaad, de Local Heroes hier. Ja, schrijf maar op voor de finish. Nou, Mick, wie mogen we opschrijven? Oeh, ik denk dat Bassie is. Bassie, die gaat voor de punten. Kijk eens, Bassie gaat voor de punten. Ja, deze comments die kreeg ik in reverse toegestuurd. Maar nu extra aandacht erop. En ook inderdaad, ja, kom aan Maarten van Winkel. Een man die toch vorig jaar echt wel veel shine pakte. En ook nu weer. Hoe gaat het eigenlijk met Maarten hier in de race? Hij zit in die eerste groep. Ja, bengelt een beetje achteraan in die groep. Heeft het ook zwaar. Misschien was hij nog niet in topvorm. Maar hij dacht, ja, dat seizoen dat had eerder bij dan vorig jaar. Ja, hij wijst ook zo van, dat is het inderdaad. Die maand, die voel ik in november, zal hij er wel staan, zeker. Nou, hetzelfde geldt voor Into the Vries. Jordi Delen hier ook in die groep. Gaat hij meesprinten deze keer, lieve? Er zitten ook veel mannen bij. Ja, die zitten wel in die groep, maar die sparen misschien tot de finish. Op zich ook goed gezien, want je kan hier gewoon een etappe winnen. En op de streep liggen maar liefst 15 punten voor de nummer 1, lieve. En dat is evenveel als 5 keer de tussenpunt winnen. We hebben een aanval. Ja, en die hebben we ook op de zoom, hè. Kunnen we de jonge gasten bijtoveren? De man hier in het oranje shirt, de 17-jarige. Die probeert hier weg te rijden van de ervaren knarren. En kunnen die het gat dan dichter? Of gaan die weer wachten tot de sprint? Deze man, die wacht niet tot de sprint. Die maakt geen gebruik van de draft. Die maakt gebruik van zijn erge eigen wonderbenen, lieven. En hier op de keien stamt hij door. 2 seconden. Is het genoeg? Is het genoeg om dat gaatje te houden? 2 seconden. Van achter komen ze nu hard. Smeek met de bonus en daaroverheen klapt 1 renner. 1 renner klapt er overheen. Het is 1 van de Belgen van BZR. Het is Joachim. En hij grijpt net Driessen. Oh, Driessen wordt denk ik nog wel tweede daar zo. Pakt dus ook 2 punten. Maar 3 punten naar de man van BZR. En we hebben een groepje los. Een groepje los. Inderdaad, als we naar achter kijken. Witte, komen ze erbij. Ja of nee? Ja. Het is lastig wegkomen hier met nog 2 ronden te gaan. Hier bij iedereen TV, de Criterium Cup. Eerste race. Ja, maar als je nu durft en als je nu kan, liever, dan moet je nu doorgeven. Een van de renners is bijvoorbeeld Domien Brands, maar daar zo in het groen. Een van die sterke renners, een van die mannen van de lange adem. Een van die mannen die ook het WK Cyclo heeft gereden, liever, recent. Een van de oudere deelnemers ook hier. Dan ben je vaak iets minder explosief, liever. Maar oh, zo taai, die hoef je niks te leren. Oh, zo taai is ook Tom Nuits op dit moment. Die gaat hard. Oh, die heeft het zwaar. Dit is hoe afzien eruit ziet. Maar dit is ook hoe afzien eruit ziet. De man van de hooi, dit is Pavel. En Ido, die heeft heel veel fans meegenomen. Ja, inderdaad. Die heeft alle fans eigenlijk, inderdaad. En over Tom Nuits gesproken, liever. Steady aan dat laatste wiel. Elke keer bij die tussensprint heeft hij het eventjes zwaar. Maar hij blijft aan. Courage, liever. Dat is wel echt een instelling. Daar kom je ver mee.
Daar kom je ver mee en daarmee eindig je misschien wel bij de superstars, de laatste categorie van vandaag. Eerst dadelijk de vrouwen, dan de superstars, de hoogste categorie op Zwift. Zijn de beste renners die Zwift kent, de hele beste renners van de e-racing. Ja, inderdaad, de beste renners van onze community ook. In Nederland en België, ja, grootste community op Zwift vind je hier bij e-racing TV in de uitzending. En Ido Lieven, die alle fans mee heeft genomen, nou, die laat ze niet voor niks kijken naar deze uitzending, want hij zit nog in de eerste groep. Hij rijdt gewoon nog mee voor de winst dit vandaag in deze etappe. Misschien mooi om even op dit shot eigenlijk te kijken, hè. Om even op dit shot te kijken wat er voor nodig is om uiteindelijk zo'n sprintje te rijden. Hoe hard dat gaat, dat gaan we dadelijk zien aan Ido. En hij heeft volgens mij zijn supporters meegenomen. Volgens mij, dat weten we wel zeker, die gaan hem dadelijk aanmoedigen. Hoho, dat vindt hij misschien wel het sprintje. Inderdaad, wij gaan zo ook weer sprinten, lieve. We gaan zo ook weer sprinten in dat stratencircuit. Dat betekent dat die man eens even diep ademhalen. Dan gaan we hier naar rechts. Ja, en dan gaan we nog naar links. En nog een keer naar links. En dan naar rechts. En dan omhoog. Die mannen die kunnen het parcours ondertussen wat dromen. Zo ook de kijkers. Een kwartiertje ver nu in deze race, lieve. En we zitten in ronde nummer 7. 7 van de 8. Dat betekent nog een rondje te gaan hierna. En we gaan sprinten. We gaan sprinten. En Ido is zich aan het opladen. Hij is zich aan het opladen. Hij kiest dat juist te verzet. Want hij weet die weerstand gaat zo omhoog. Want dat cyclingspercentage gaat ook omhoog. En die bonus, als hij die heeft, die moet worden ingezet. En dat moet wel nu. Want die sprint die gaat. Die sprint die gaat. Die sprint die wordt ingezet. En 1 punten. Dat is niet niks. Voor dat klassement. Voor die finale. En de mannen trekken zich op gang. Maar liever dat lactaat is nog helemaal niet afgebroken. Dat zuur zit in die benen. Maar ze trekken door. Ze trekken door. Ze trekken door. Dat doen ze aan de kop. Met weer Bessems van BZR. Bessems van BZR. Maar ook Joachim en Maarten van der Winkel. Maarten van der Winkel gewoon mee voor de punten. Maar pakt niet ook. Of is het Domien Bradsma? Nou, de mannen die zijn weer los. Weer een klein gaatje. Alles binnen de 3 seconden. Maar als je nu doortrekt, liever in die laatste ronde, dan kan je het wel eens houden. Want achterin staat de deur nu open. En Maarten van der Winkel die gaat naartoe. Gemotiveerd als die is. Gaat hij naar de eerste renners? En weten de mannen elkaar dan te vinden? Weten de anciens daar een pak te sluiten? En trekken ze door of gaan we sprinten met een grote groep? Oh, we gaan het zien. We zien Maarten van Winkel. De man ja, met uiteindelijk de mooie oldschool, het ooit mooie oldschool shirt aan. Hij gaat het dadelijk doen. We gaan dadelijk de laatste ronde in. We gaan dadelijk naar links, dan naar rechts. En oh, dan gaat het gebeuren. Nog 1 ronde te gaan. Ja, en de sprinters krijgen dit cadeau, hoor. De mannen die hebben gewacht tot die eindsprint krijgen dit cadeau, want alles hier opgelint. Misschien kunnen we straks dat even uitzoomen om te zien wat die verschillen zijn. Ja, die draf, lieve, die werkt minder sterk als die gaatjes ertussen zitten. En gaatjes zijn er, hoor. Hier de mannen die gokken. Die proberen in dat bolletje te blijven, want daar hoef je het minste vermogen te trappen voor die sprint. En achterin staat die deur toch wel open. Zien we de Nederlander die het zwaar heeft. Op het rechterscherm, camera 2 achter aan die groep. En het belletje gaat, lieve, Ultimo Giro, laatste ronde. Het gaat gebeuren, het gaat gebeuren. Je gaat nu niet meer je computer, je tv, je iPhone, maakt me niet uit. Je gaat het niet meer verlaten, want we gaan naar de laatste ronde. E-Race TV, de Criterium Cup. Ja, dat volume gaat op 100 en dat scherm gaat heel erg dicht tegen die neus gedrukt worden. Of dat neusje tegen het scherm, wat je maar wilt. Afhankelijk van of dat je een smartphone hebt of gewoon achter die tv zit. Whatever, lieve. We gaan hier sprinten voor de winst in de grote groep. Of weet nog iemand te laten uit wat te doen. Links zit bovenin, zien we door. 1,7 kilometer te gaan. Ultimo Giro. Maar ook nog 1 keer 3, 2 en 1 punt. En durf je dan die sprint over te slaan of voor allebei te gaan? We gaan het zien. We gaan het zien, we gaan het zien, we gaan het zien. Witten over misschien een paar seconden. Het gaat dadelijk gebeuren. Wie gaat het doen? Laat het alvast weten in de chat. We gaan het volgen. Inderdaad, wie verwacht jij dat hier gaat lopen met de... Met de overwinning inderdaad in deze rit. Ja, de digitale bloemen gaan dan de kant op van de winnaar in deze eerste etappe bij de Local Heroes. Ja, de eerste rit van het nieuwe seizoen, lieven. Je kan hier alvast jouw stempel drukken op de Local Hero categorie dit jaar bij e-Racing TV. En we gaan dat bochtje hier nemen en een extra twist, hoor. Een extra twist aan deze finale, want ik zie dat er daar power-ups worden ingezet. Maar wil je die inzetten bij de kussprint, dan ga je die sparen voor die eindsprint. Want de renners gaan de game weer krijgen. Hier dus gewoon nog een keer 3, 2 en 1 punt. Maar liever ook de finale, want we gaan die laatste kilometer ook gewoon in. De ultimo kilometer al met 2 keer strijd. Eerst hier de kussprint, eerst hier de sprint. En daar gaan ze. De bonuses vliegen ons om de oren. Iedereen wil erbij zijn. We gaan 2 keer sprinten. We gaan 2 keer sprinten. En wie pakt hier die 3, 2 en 1? Het zijn heel veel renners die dat willen. En het is van de berg en van Laken. Oeh, lastig gezien. Gaan we later terugzien, liever in die uitslag. Maar ook gewoon 880 meter tot de finish. Want hier gaan we de bochtje om. Dan nog eventjes gas geven rechtdoor. Rechts naar beneden. En dan richting de finish. Ja, laat het weten, laat het weten. Wie denken jullie dat er wint? Laat het weten in de chat. Is het de man van BZR? Is het de man van de Nederlandse Dutch Racing? Of gaat iemand anders er met de winst vandoor? Laat het nu weten met nog een heel klein stukje te gaan.
Ja, geen renners nu van Dutch Racing. Ik heb straks, denk ik, hier wel de renners van Zwift en Nel inderdaad. En van de Zwaluwen en van Ahoy. Veel Nederlanders, veel Belgen hiervoor aan. Wie heeft zijn bonus gespaard en wie durft van achteruit te komen? 395 meter. Lieve sprints op Zwift gaan vaak van ver. Dat zien we ook nu. Ze worden ingezet, want op het bochtje is het toch maar kort. Maarten van der Winkel aan de kop. Maar er komt er iemand overheen. Van BZR. Joachim. Die gaat hem, denk ik, pakken. Maar daarachter komt nog een redder van Zwift en Nel. Het is Ramon gaat het pakken. Ramon Heijsterk is de winnaar van deze etappe, lieven. Hij wint etappe nummer 1 bij de Local Heroes in de Criterium Cup. Oh, schitterend, Witten. Wat een race hebben wij gezien. En wat een pijn heeft dat gedaan, hè? Wat een pijn heeft dat gedaan bij deze renners. Ja, we zien die kopjes, lieven, en die liegen er niet omdat zweet wordt van die voorhoofd geveegd. En respect hoor voor deze mannen, want die komen gewoon vers uit hun werk. Misschien nog wel eventjes gekookt voor de kids en voor de vrouw. Oh, en dan gewoon weer de trainer opstappen. Ja, de winnaar, hè? De winnaar van de dag. Hij weet het eentje. Ik ben de man. En mooi om dat te zien, hè? Mooi om te zien, Witten. Wat er voor nodig is om uiteindelijk zo'n e-racing wedstrijd te winnen. Het gaat hard, het is zo'n korte inspanning, maar het is zo pittig. Inderdaad. Ja. En wil je nou weten wie er allemaal in die top 10 geëindigd zijn? Ja, kijk dan naar onze kanalen, naar onze website. Daar vind je uiteindelijk de tussenstand. Hier zo de daguitslag van vandaag. Daar hangen we dus die 15 tot en met 1 punt ook aan vast. En daarbij tellen we natuurlijk op, lieven, al die tussenspins, al die 3, 2, 1 punt. En die worden later geüpdate en zijn te vinden op de kanalen van e-racing TV. Wij gaan er zo uit hier bij de Local Heroes. Wij gaan ons opmaken voor de volgende categorie, namelijk de dames. Ja, wittende dames, en misschien kan je al een beetje een tipje van de sluier oplichten. Wat gaat er zo meteen gebeuren en hoe laat gaan ze van start? Ja, die dames die gaan racen op hetzelfde parcours, lieven. Hier zo ook in Crit City evenveel rondes, namelijk 8 rondes ook. En die gaan ook rijden voor dat klassement. 6 ritten met de finale. En een ongekend aantal dames, hoor. Een ongekend aantal dames, inderdaad, tegen de 30. Start is om 19:50, live weer bij e-racing TV. Dus zit er klaar voor. Moedig ook de dames aan. En de dames die gaan rijden, ja, zorg dat je de zoom aan hebt, zodat jij de show kan stelen bij e-racing TV. En dan zien we jullie zo weer terug hier live bij e-racing TV.
Yeah.
feeling gray. Make me high when I'm feeling low. Wanna stay when I need to go. Losing control. You're on my mind.
Welkom allemaal, welkom bij race 2 in de Criterium Cup. En we gaan zo meteen weer van start met de tweede categorie, de vrouwen. Inderdaad, welkom allemaal terug hier bij iRacing TV. Ja, net een beetje afgekoeld, lieven, van de eerste rit van de dag. De eerste categorie, namelijk de Local Heroes. De mannen met het FTP wat ietsjes lager ligt dan de Superstars. En we gaan nu door met de dames. De dames, lieven. Ja, een categorie die... Ja, aftellen, ik hou me rond al even. Ja, vertrokken. We zijn vertrokken. Ja, ik wilde zeggen, de dames, een categorie die toch flink aan het groeien is, hoor. In omvang en in kwaliteit, inderdaad, in het geheel Nederlandse en Belgische vrouwen die elkaar allemaal hebben weten te vinden in deze race hier. En lieve, ja, 25 dames aan de start, allemaal in de eerste groep. En ze gaan racen via hetzelfde concept als hun collega mannen bij de Local Heroes. Dat wil zeggen, 8 rondes met 8 keer 3 2 en 1 punt bovenaan bij de Prime Sprint hier in Crit City. Dat wil ook zeggen dat we een winnaar van de etappe gaan hebben aan het einde van die 8 rondes bij de finishboog. En daar gaan ook de eerste 10 dames 15 tot en met 1 punt verdelen met elkaar. En deze dame, lieve, was vorig jaar dichtbij in de Criterium Cup. En op de achtergrond, zie ik het nou goed, is dat de bergtrui van de Ronde van Iran? Nou, volgens mij wel een relatie met Lennart Teugels. Ja, die heel goed wist te rijden in Iran. Die gaat dadelijk, denk ik, van start witten bij de Superstars. Maar we hebben ook Sarah den Hartog. Ja, we hebben Valerie Kremers. Marijke is ook aanwezig. En Fien de Water, oh, die heeft het al zwaar. Maar Monique, die zit helemaal in de zone. Helemaal in de zone, inderdaad, lieve. Als we gaan richting die eerste sprint hier, kasseitjes op. Dat wil zeggen 3, 2 en 1 punt nu hier. En de dames, ja, ze kijken een beetje naar elkaar. Wie durft als eerste die sprint in te zetten? Wie gaat voor hier zo? 6,9 serieuze cijfers van Kerkhoff en daarachter. Een teamgenoot, denk ik, in het oranje. Je gaat er overheen klappen. Van Rossum. En Lens gaat mee en Carmen gaat mee. Wie gaat er pakken hier naast elkaar, nek aan nek? Drie puntjes. 3 puntjes gaan naar Gina van Rossum voor Anne Lens. En denk Rosanne van Kerkhoven op plek nummer 3 voor 1 punt. Ja, dan hebben we er van Rossum, Team NL en ja, je ziet dat ze blij is. Eerste puntjes zijn binnen. Inderdaad, maar liefst 3 punten, lieve. Dat gaan we dus 8 keer doen vandaag. 8 keer 3, 2 en 1 punt. Ja, en dat peloton, dat gaat toch steeds weer op een lint als we hier zo boven komen bij die prime sprint. Dat is ook gelijk het hoogste punt van het parcours van de dag. Het rondje is maar kort, ja, dat zien we ook. 1,3 kilometer en we gaan al richting de tweede ronde, terwijl er hier 2 dames samen moeten werken om terug te komen. Oh, terwijl ik de koers vroeg, dan ben ik benieuwd wie dit zijn wit en wie hebben het zo zwaar. Wie hebben het zo zwaar hier in de koers, terwijl we even meekijken. Ja, oh, pittig. Komen ze erbij, ja of nee? Ik denk dat het de 2 Monique zijn, hoor, lief. En ik denk Monique Grootsheid en Monique Verhoef. De 2 Nederlandse. Gaat het ze lukken? Moedig ze aan via de chat, via YouTube. Ja, en voor alle deelnemers ook en alle kijkers vandaag. Ja, deel ook jouw foto's via Instagram en tag iRacingTV. We zetten alles door van deze eerste race van het seizoen. 6 oktober, lieven. En we zijn alweer van start gegaan. Seizoen 2022 en 2023 is hier. En het is Monique inderdaad, Monique die hier de groep heeft moeten laten gaan. Dat betekent dat we naar voren gaan, lieve. Helaas. Maar deze dames, ja, rij lekker door. En wie weet, haak je de volgende race je karretje aan. Dan ga je sprinten voor die punten. Sprinten voor de punten gaan ze in deze groep doen. Ja, en die succeswensen zien we hier al via de chat. Succes voor Laura. En Laura heeft het kruid nog droog gehouden. Maar die gaat zeker uit de slot schieten bij de volgende sprint. Ja, dat denk ik ook. Vorig jaar wisten ze ook super goed te rijden uiteindelijk op. Kijk, een nieuwe abonnee. Ja, volg ons vooral op iRaceTV en dan vind je uiteindelijk, ja, de tofste content. Bijvoorbeeld de Zwift tutorials, maar ook de training die we elke maandag geven. Inderdaad, elke maandag bij iRaceTV is de live group workout. Dan kan jij dus aanmelden, ja, via de club op Zwift. Dus als jij nog geen lid bent van de club van iRaceTV op Zwift, nou ja, meld je aan voor de club via de Campaign app. Dan zie je de group workout, kan je aanmelden. En via ons YouTube kanaal kan je die live volgen met lekkere beats, met instructies en met tips en tricks. Maar eerst power, lieven, zoals de beat het al zegt, want we gaan naar sprint nummer 2 van de dag. Hier rechts de kassei klim op, stijgingspercentage vliegt de lucht. En al die rens hebben power-ups. Die power-ups die worden nu ingezet als ondersteuning aan de power-up in de benen. Die gaan ze aanspreken. Machtige sprint van Anne Lens hier. Anne Lens aan de kop. De dame uit België. Ja, en het is Laura. Laura die er overheen klapt, denk ik. Laura die hier de puntjes gaat pakken. Puntjes op de I. Ze heeft zelf puntjes op de A. Maar ze zet ze op de I. 3 punten voor Laura. B, denk ik, voor Merel van der Morsten. En Anne Lens ook in de punten. België boven bij de tweede sprint van de dag.
Ja, daar hebben we Laura. Laura die het uiteindelijk in het eerste groepje zit op dit moment. 1, 2, 3, 4 vrouwen weg. Witte, gaan ze het volhouden. We gaan eens even erachter kijken. Ja. Komen ze erbij, Witte. Neem ons mee. Ja, deze dames trekken door, hoor. Trekken door, inderdaad. Laura, bekijk dit eens eventjes. Nou, wie kan er met mij mee hier vandaag in deze race? Toch wel enigszins niveauverschil bij de dames vandaag. Maar wat hebben we vorig jaar gezien, Liepen? Dat deelnemersveld, naarmate de wedstrijd vordert, in elkaar schuift. En ja, Lieven, als je hier wint, dan kan je wel wat, hè. Dat hebben we vorig jaar nog gezien. Inderdaad, Witten. En dan doe jij uiteindelijk, dan doe je op een hartstikke goede renster die op dit moment bij Wahoole Kool rijdt. Inderdaad, we hebben hier twee dames gehad, Lieven, in de Criterium Cup. Dus de dameswedstrijd van Iris TV in de community van Nederland en België. Drie moeten we misschien wel zeggen. Deze Laura reed supersterk, ook op UCI-niveau. Maar één dame, die werd wereldkampioen in e-sport. En de andere, die maakte tussentijds een transfer van de club. Restore volgens mij. Daar hebben we Wahoole Kool even van achter. En die gaan we ook zien tijdens de Criterium Cup, Lieven. Tijdens deze wedstrijdserie. Ik weet niet wat ze er vandaag al bij is. Omdat ze vlak uit haar wegraces komt toch. Ik denk dat het nog even wachten is. Maar ze zal erbij zijn. Eva van achter. En deze dames die weten dat ook wel als motivator. Als je hier hard rijdt, dan wordt dat gezien. Rijden bij Iris TV de stenen uit de digitale weg, Lieven. Dan kan het dat je ook de kasseien uit de Ronde van Vlaanderen gaat rijden. Ja, en toevallig heb ik er gesproken vandaag. Ja, weet je, weet het, Wit. En ik zit er met mijn vinger er keihard in, of hoe moet je dat zeggen? Ja, Witte. Dit is een dubieuze opmerking. Dit is raar. Maar ik volg het in ieder geval. Laat ik het daarop houden. Ik ben helemaal van slag. Maar ik was een verhaal aan het vertellen dat ze dit jaar mee gaat rijden met de Criterium Cup, maar op dit moment nog even aan het uitrusten is. Ja, ik denk dat jij met je neus erop zit en een vinger in de pap hebt. Of iets in die richting. Maar... Inderdaad. Dus goed, de vinger. Ik denk dat die dames vooral de vinger bij de muis hebben of bij de campaign hebben. Om die power-up in te zetten, Lieven. Want één team, één taak. Nou, ieder voor zich hier. We gaan namelijk richting die tussensprint. Ja, en die vinger wil je bij die campaign app hebben. Om die power-up in te zetten natuurlijk. Eigen aanzwem, hier het veertje. Ben je lichter, licht op de klim. Die klim die hier is. Want we gaan weer omhoog. 4, 5, 6% op die sprint. Die wordt ingezet. En machtige sprint op de kijkjes hier. Nek aan nek. Nek aan nek, Anne Lens en Laura. Wie gaat het pakken, Lieven? Wie pakt hier de binnenbocht? Wie komt als eerste uit? Naast elkaar. Ho, ongezien. Alsof het de eindsprint is. Maar Laura pakt hier weer de 3 puntjes. Voor Anne Lens, met z'n tweeën zijn ze er los. Blijven ze ook weg? Durven ze door te trekken? Of gaan ze wachten tot het peloton erbij is? Kracht pakken en door naar de volgende sprint. Wie zal dat zeggen? Wat we wel weten, is dat deze dames voorlopig de punten verdelen. Ja, we zien het. Laura op dit moment aan de leiding. Maar als we daarachter kijken, daarachter... Oh, dit is mooi. Dit is koers. Bij Iris TV in de Criterium Cup. Het is pas net begonnen, want dadelijk de superstars. De grote helden bij de mannen. Maar dit zijn de helden bij de vrouw. Met op dit moment Laura in de aanval. Laura, ja, uiteindelijk uit Finland. Maar op dit moment woonachtig in België. Rijdt bij S-Bikes. Inderdaad, nou speet ook wel een mondje Vlaams hoor, denk ik zo. Ja, en Laura, trek nu gewoon door, 4,4. En dat klinkt misschien niet mega hoog, maar Lieven, als je net volle bak hebt gesprint voor de premies en je weet dat er achter een heel peloton rijdt, nou dan heb je wel lef hoor. En superstars, dit zijn natuurlijk ook superstars. Maar ja, we moeten bij die mannen een onderscheid maken tussen die categorie. Dit zijn gewoon de superstars van de dames, de allerbeste zwiftende dames uit Nederland en België. En weet je wat, die zien we ook graag terug op de maandagavond bij onze live workout. Dus deze dames, ja, zoek jij naast de donderdag raceavond ook een momentje om samen sterker te worden in plaats van elkaar kapot te maken? Doe dan mee aan de group workout van Iris TV op maandag. Een uur lang gevarieerde training. Trainingen Lieven, in tempozones, in thresholdzones, in VO2-zones. Alles komt aan bod met lekkere beats en leuke gastoptredens van bekende renners en rensters. Live via de video, maar nu weer live in de race, want we hebben hier een groepje samen, Lieven. Dat zijn namelijk, ja, wat hebben we nog? 13 dames die blijven sprinten voor die punten. Ja, en die 13, Lieven, die moeten allemaal scherp zijn, want 10 dames gaan bij de finish na 8 rondes op de streep nog punten pakken voor die top 10. En er is ook gewoon een etappenwinnaar vandaag. Vergeet dat niet, ook eer vandaag. Maar Lieven, de Criterium Cup, een extra twist, net als bij de Local Heroes, net als bij de Superstars, hebben we een echte race-serie gemaakt die niet beslecht wordt na 6 ritten. Nee. Die 6 ritten zijn een kwalificatie. En alle punten uit de tussensprints en alle punten bij de streep worden bij elkaar opgeteld in een algemeen klassement. Dus naast die ritoverwinningen, de punten onderweg, ja, en al die punten samen gaan ervoor zorgen dat jij je wel of niet kwalificeert voor die laatste wedstrijd. Wedstrijd nummer 7. En dat is de finale op uitnodiging voor de top van het klassement. En waar kan je die punten verdienen? Nou, Lieven, hier. Neem ons mee. Want weer een sprint.
Ja, wie gaat het doen? Wie gaat het doen? Is het opnieuw Laura die een sprint weet te winnen? We gaan er volgen, we gaan er volgen. Rechts in beeld. Ja. Ik denk het wel. Oh, maar die sprint die is spannend. Gaat ze het houden? Ja of nee? Ik denk het wel. Ja, inderdaad, Laura pakt hem als Chantal netjes mee in de draft. Met z'n tweeën nu los. En Linda Adams pakt er nog een puntje mee. De punten gaan naar België, liever. De Nederlandse dames, die moeten zich gaan formeren, hoor. Maar in de eerste groep zien we ook vooral Vlaamse vrouwen op dit moment. Zoals ik al zei, we zitten dus met 13 rensters in die eerste groep. En van die 13 rensters zijn er 10 uit België en 3 uit Nederland. En die gaan dus steeds die puntjes hier verdelen. Telkens weer 3, 2 en 1. En moedig die dames ook aan, hè. Moedig ze aan via de socials. Ik wil wel weten wie jij denkt dat hier gaat winnen. Of wie jij simpelweg een warm hart draagt. Ja, inderdaad. Witten, wie gaat het doen? Wie gaat vandaag winnen? Ik weet het nog niet. Maar Witten, oh, terwijl we Thijs van Hey als abonnee hebben. Mooi om te zien, live bij eRacing TV. Maar uiteindelijk waren we bezig om te kijken. Misschien even die kopjes. Dus even kijken. Hoe, Witten, lees jij die kopjes eens af? Wie is hier op dit moment sterk? Dit is Laura uiteindelijk. Dus Laura, ja, zeker weten. Ja, Laura inderdaad, die toch de meeste punten wist te pakken. Sarah ten Hartog hier zo. Concentratie is hoog, hoor. Sarah ten Hartog ook in die eerste groep. Hier zien we dan Valerie Kremers. Ga ik eens even kijken naar de topcharts. Oeh, waar hang je uit? Waar hang je uit? Ik zie het niet direct, lieven. Ik hoop dat ze in de eerste groep zit. Die zit ook in de eerste groep, inderdaad. Hetzelfde geldt volgens mij voor Marijke. Marijke hier volle bak aan het geven. Nee, rijdt op een minuutje op dit moment samen met Monique. Je zit dus in de tweede waaier, lieven. Ook daar wordt gewoon doorgereden voor die uitslag. Ja, lieven, het klinkt misschien als laat, hè, uit wegwielrennersperspectief oktober. Maar dit is eigenlijk een beetje de januari maand wat dat betreft. Voor het e-race, dit is de opwarmmaand, de eerste maand met races. Dit is dan eigenlijk de Tour Down Under. Maar ja, dat is ook World Tour, hè. En de World Tour kan je gewoon punten pakken. Telt hier ook de eerste zegen, die kan je maar vast binnen hebben. Om lekker dat seizoen te starten. En dit is de eerste live uitzending, lieven, van het jaar. De eerste racedag, 6 oktober. En we zijn erbij, de kijkers zijn erbij, de deelnemers zijn erbij. En we gaan weer richting de volgende sprint. Dat wil zeggen weer 3, 2 en 1 punt in dat mooie damespeloton weer. 13 dames in die eerste groep nog. Dat is mooi, dat is machtig. Dat betekent dat we weer gaan sprinten hier. Ja, en wie moedig je aan? Ik zie heel veel aanmoedigingen voor Fien op dit moment. Maar ook Witten. Oh, volgens mij zie ik ook heel veel aanmoedigingen voor Alens. En die is op dit moment ook aanwezig en zit gewoon in die eerste groep. Ja, Alens toch echt een dame uit de community. Zagen we vorig jaar ook in de Nation Battle, lieven. De strijd tussen Nederland en België, ook bij de dames, bij alle categorieën. En hier gaan de dames sprinten in hun eigen categorie. De dames in de Criterium Cup. 3, 2 en 1 punt onder de boog. Bochtje naar rechts hier zo. Het vlak nu wordt af. Dat betekent dat de iets zwaardere machtsprinters nu in het voordeel zijn. En Laura is er zo één. Drukt de wiel hier weer als eerste over de streep. Op die lichtgevende trombike. Mooi matchend bij de kit. Zij pakt weer de 3 punten. Lieven, zij slaat hier een slag in de eerste rit voor het klassement. Zij doet alvast een optie op die finale plek. Nou, je ziet het, een smel op de face voor Laura, die op dit moment, ja, deze koers aan het domineren is, maar heeft ze haar kruid niet te vroeg verschoten, want uiteindelijk moet ze het gaan doen op de eindstreep. Ja, die is aan het rekenen geslagen, hoor, lieve. Die denkt, nou, 8 keer 3 punten. Dat is meer dan die 15 punten op de streep voor de overwinning. Als ik telkens scherp ben bij de sprintje. En de sprintje dat echte ook. Dat hebben we gezien. Dat hebben we vorig jaar ook gezien. Ja, dan kan ik wel eens veel punten pakken. En ja, als ik veel punten pak, dan zit ik al met 1 been in die finale. Want ja, 10e is genoeg. Misschien 15e. Moeten we nog even bepalen, lieve, hoeveel mensen er naar die finale gaan. Wat we wel weten is dat we met de dame richting de finale gaan van de eerste etappe. We gaan er namelijk straks weer over. Die start-finish-boog. Hier rechts, U-turn, hoekje om, oranje boog. En dan gaan we weer bellen voor een nieuw rondje. Ja, ronde nummer 6 alweer. Gaan we nog een paar keer sprinten daar bij de tussensprint van de Primes. En deze dame, ja, die probeert erbij te komen. Probeert dat peloton bij te benen. Is het Anlens zelf? Is het Anlens zelf, lieven? Zit die op een gaatje? Ik vrees van wel. Maar die kan nog terugkomen, want ze rijdt 5,0. En het valt een beetje stil voorin. Dus alle aanmoedigingen nu voor Anlens. Dan kan ze gewoon nog meedoen voor de etappezegen. Vandaag in Crit City. Bij de dames. Ja, inderdaad. Dus heeft een groepje erachter, Wit. En als ze kan samenwerken met een groepje, dan kunnen ze misschien bijkomen. Het is code rood op dit moment. Het is code rood in peloton. Gaat het eerste pelotonnetje doen. Ja, werken ze wel genoeg samen met twee dames van het Nederlandse team. We hebben daar Laura zitten. Gaat zij het doen. Maar ze werken hier samen, Wit. En ze werken hier samen. Misschien komen ze wel terug.
Dit wilde ik zeggen, lieve. Dit is een moment voor de Nederlandse koep. Want ik heb het eerder verteld. 13 dames in deze finale. Gesplitst in 2 groepen. En van die 13, 10 uit België, 3 uit Nederland. En lieve, alle 3 de Nederlandse dames zitten in het eerste groepje. Die hebben nu de baat bij om dat tempo hoog te houden. 2 dames van Zwift.nl. Herkenbaar aan dat oranje met blauwe tenue. En eentje die daar dus niet bij hoort. Dat is namelijk Rosanne. En Rosanne van Kerkhoven hoort bij Hert H. ERD. Ook in de eerste groep Merel van der Morsen, Laura Fien van der Wateren, Chantal Vouwen zit erbij. En dan zijn we er doorheen, denk ik. Mis ik nu iemand? Gaan we straks iemand? We gaan weer richting de sprint. Neem ons mee, we gaan naar rechts. 3, 2 en 1 punt bovenaan. Ja, we gaan het volgen. Wie gaat het doen? Wie weet deze eerste sprint te pakken? Hebben ze naar elkaar gekeken? Hebben ze samengewerkt? Ja, Laura op dit moment weer aan de leiding. Zet die sprint in, gaat daar ook uit het zaal. Dat pakken we straks ook eventjes via de Zoom-verbinding bij. Alle renners inderdaad, zorg dat je in die Zoom zit. Dan kunnen we je live schakelen. Laura gaat hier toch echt wel de rest op een gat zetten, hoor. De rest op een gat zetten, pakt een paar meter, durft ze door te trekken. 7,2, dat zijn de getallen van die sprint. Ja, 2,2 liever. Ze gaat op de benen stilhouden. De rest mag weer terugkeren. Maar de rest is alleen maar dat eerste groepje van 8. Ja, want dit is dat tweede groepje. En die verliezen tijd op dit moment 9 seconden. Ja, gaat het ze nog lukken? Moedig ze aan, hè? Moedig ze aan, die vrouwen. 8,5 seconden inderdaad. Ja, die dames hebben natuurlijk niet hoeven sprinten voor de tussensprint. Maar hebben er wel een paar seconden prijs moeten geven. Want de dames voorop, onder aanvoering van Laura, gingen volle bak bij de tussensprint. Vol voor die punten inderdaad. Dat is ook wel het concept, hè. De Criterium Cup elke keer vol aanzetten. En ja, Crit City is een rondje wat er niet om ligt, lieve. Het kortste parcours in Zwift. Het Criterium parcours in Zwift. Dat wil dus zeggen dat je een enorme intervalrace krijgt. Een puntenkoers, terwijl we hier de aanmoediging zien voor Valerie en Fien. En stuur die aanmoedigingen inderdaad door. Ook voor de dames hier in die tweede groep, lieven. 11 seconden maar. Het kan nog steeds. Die andere dames die gaan er, denk ik, ja, de hoek om, de bocht om. Dat wil zeggen dat ze elkaar eventjes kunnen zien als ze zo tussen die hekken doorkijken. Terwijl zij daar ronde nummer 7 in gaan. We gaan die finale in. En dat tweede groepje is nog niet uitgeschakeld. Maar ja, ze zijn maar met z'n vieren, lieven. Want Heike die heeft daar het groepje moeten laten gaan. Dat wil zeggen dat Sarah, Valerie, Alens en Lisa allemaal uit België samen moeten werken met z'n vieren. Om terug te komen bij dit groepje van 8. Het lijkt dat de winnaar toch hier zit. Al kan iemand van achteruit nog verrassen, zoals ook Van Vleuten verrast op het WK, lieve. Poeh, ik was nog niet wakker, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar uiteindelijk werd ik wakker met een pushmelding. Wow, wat een prestatie, hè? Ja, nou, heel veel prestaties, hè, op dat WK. Een prestatie, misschien wel de vroegste valpartij bij de mixed relay. Dan de meest onverwachte overwinning bij de dames voor Nederland. 5 van Vleuten, na die blessures. Ja, en ook wel onverwachte scenario's bij de mannen, hè? Oeh, ja, daar werd hard gereden, maar ook heel hard gerend voor de politie. Ja, inderdaad. De sound of the police. Woep, woep, sound of the police. Nou ja, als de DJ live is, zouden we hem erin kunnen gooien. Wie weet kan het nog vandaag. Eerst gaan we eens eventjes kijken naar de sound of burning... burning tires, denk ik hier zo. Als we dat bochtje doorvliegen. Eigenlijk eerder het brandende geurtje van die rollerband, hè, lieven. Of ja, van die vaste trainer van dat vliegwiel. Want die dames die gaan dat vliegwiel wel onder druk zetten. Die gaan hem laten spinnen, want ze gaan de pedalen ook laten spinnen. Ze gaan kracht zetten. Cadans gaat omhoog. Dat zien we bij de dames hiervoor in de groep. We gaan namelijk weer sprinten met de eerste 8. Het zijn toch definitief los. Ronde nummer 7. Weer 3, 2 en 1 punt. Laura was steeds de sterkste. Ze komt nu binnen door. Laura is de dame hier zo in het lichtblauw. Oh. Gaat naar haar concurrent voorbij. Gaat haar concurrent voorbij. Chantal wordt geklopt. En Chantal, lieven, ja, de dame in het oranje, de Belgische, heeft een Nederlandse ploeggenote van haar team in deze groep. Namelijk Rosanne. Rosanne en Chantal, dat is dus een duo in de eerste groep. Dan hebben we de dames van Team NL, namelijk Gina en Linda. Die vormen een team. Merel van der Morsen is dan de solo-renser. En ook Laura is een solo-renser, namelijk van Arbus Lukkel. Ja, een paar solo-rens, een paar duo's, liever. Kan je hier nog een beetje ploegentactiek uitspelen, denk je? Terwijl we ook een renser zien van BZR, namelijk Fien van der Wateren, een van die solo-rensers. Ja, terug naar de hoofdvraag. Kan je hier wat als team eigenlijk? Ja, zeker. En helemaal in zo'n groep als dit. En dan zien we het. Oh, Witten. En daar rijdt iemand naar voren. Ja, je ziet het, Witten. Die dames, die Nederlandse dames, die willen, maar die willen volgens mij blijven rijden om dat groepje daarachter uiteindelijk echt niet terug te laten komen. En dat betekent dus dat je inderdaad samen kan rijden. Ga je ontsnappen? Ga je wachten tot die sprint? Ja, dat is uiteindelijk een tactiek. Je kan uitspelen. Ja, Witten, ik was nooit een goede sprinter, kan ik je vertellen. Dus dan reed ik altijd weg. Maar dan ging jij sprinten.
Ja, dat heeft mij ook wel eens wat podiumplekken misschien gekost. Want ja, als jij dan weg bent, ja, dan moet je blijven zitten. En als je blijft zitten, ja, wie wil het gat nou dichtrijden met een snelle iemand in het wiel? Nou, dat spel kunnen de dames hier natuurlijk ook spelen voor de kijker thuis. De dames van Zwift NL, de twee Nederlandse, die rijden dus in het blauw met oranje op links. Met de witte helmpjes allebei. Dat de dames in het oranje, dat is een Nederlandse en een Belgische, maar rijden voor hetzelfde team, namelijk HERD. Die rijden samen, Laura toch wel de favoriete van de dag, denk ik. De eenling. Rijdend voor Abus Lupol. Dat is de dame in het zwart met lichtblauw. Dan hebben we nog de dame in het geel. Als ik het goed heb, lieven, is dat denk ik Fien van der Wateren van BZR. En dan houden we nog Merel van der Morsten over in die groep. Ja, ja. Nou, het is vooral Fien. Fien die heeft toch een fans hier zitten, joh. Dat moet haar toch echt een kracht geven, denk je niet? Ik hoop het en dat kan ze ook gebruiken, lief. En we kunnen nog één snel rondje zoom doen. Want we zitten in de laatste ronde, ronde 8 van de 8. Het tempo is een beetje omlaag gegaan. Maar we gaan ons niet in slaap laten sukkelen. We hebben alle favorieten nog eventjes aan u voorgesteld. We hebben het klimaat in deze race nog even geschetst. Wie hoort bij wie. En ze rijden allemaal op één lijn. Lief, een dubbele sprint hier in die laatste ronde. Nog een keer 3, 2 en 1 punt daar zo. Maar ja, maar één power-up. Want ze krijgen geen nieuwe power-up bij de prime. Dus gaan ze die inzetten bij de tussensprint of op de lijn. Dat gaan we nu zien, want op die lijn liggen meer punten. Maar ja, deze kan je zomaar eventjes meepakken. En misschien kan je wel sprinten en demareren als je echt sterk bent. We gaan zien wat er gebeurt. Voorlopig is het nog eventjes op slot koers. Eén power-up wordt hier ingetopt de volgende. Ja, dat duidt toch. Dat verraadt toch, ja, toch wel pijnlijke benen, denk ik, lief. En als je die hier inzet, dan geef je een beetje op voor die eindsprint eigenlijk. Maar tempo gaat wel omhoog over in. Iedereen probeert eigenlijk, ja, licht goedkoop die sprint hier te pakken van Rossum. Denkt, nou, misschien kom ik als eerste uit die bocht. Druk hem ernaast. Maar het is Adams van Sport Solid, Linda Adams, die hem daar pakt. En Laura zet hem door. Die gaat van weer. Die gaat niet meer stilvallen. Die gaat niet meer stoppen. Laura hebben we ook live te zoomen. Wat is daarvoor nodig? 8,1. Oh, lieven. Zij trekt door. Ze gaat voor een hele lange sprint. 690 meter nog te gaan. De dame hier zo links onder in beeld. Dat is de dame die hier op kop rijdt. Die gaat hier naar beneden duiken met een gat van 2 seconden. Ja, gaat het nog lukken om erbij te houden? Oh, die vrouw die is mijn partij sterk. Ik denk dat ze niet meer bij komt. We kunnen het hier in beeld zien. Dit is niet Laura. Laura rijdt ervoor op die blauwe fiets. En ik ben er bang voor. Oeh, 1 tegen 1. Maar deze dame gaat op dit moment harder. Chantal heeft een hoger wattage. Je komt dicht. En dat gat gaat van 2,4 naar 2,1. 2 seconden. Het blijft om 2-2. Maar we zijn al dicht bij de finish, liever. 250 meter. We moeten naar voren. Laura gaat niet naar binnen. Ze gaat nog een keer staan. We zien het onder in beeld. Ze gaat niet zitten. Ze trapt hem door. 2 seconden. Het is een echte strijd. Maar de dame die de meeste punten pakte onderweg, is ook de dame die hier de zege gaat pakken in de eerste rit bij de Criterium Cup van de dames. De eerste winst. Laura pakt hem. En Chantal gaf partij. Kwam dicht. Strand op 2 seconden. En wordt ook tweede in deze rit voor Gina van Rossum van Team NL. Zij pakt de derde plek. En zo hebben we het podium. Oh, en we hebben hier Fien, hè. Die Fien die moet zich toch een partij goed voelen. Die is gesterkt door al die fans. En je ziet het, die is blij. Ja, en dat mag inderdaad ook, lieve. Eerste rit zit erop, de kop is eraf. De benen die hebben pijn gedaan, maar de euforie die daarna komt, ja, die overwint dan toch dat nare gevoel van dat lactaat in de benen. En Laura, ja, die heeft ook wel iets om mee naar huis te nemen, lieve. Een hele bak punten. En de eerste etappewinst in de Criterium Cup. De kop is eraf bij de dames. Oh, Witten, en wat hebben we genoten, Witten. En ja, uiteindelijk, mooi misschien eens even naar die uitslag te kijken. Ja, zien we hier inderdaad de hele top 10 met dus die Rensers die los waren. Met z'n achter waren ze, ja, Merel van der Morsten moest een gaatje laten vallen in de finale. Fien van der Wateren kon het ook niet meer bolwerken met Linda van Team NL. Zag wel haar teamgenote Gina op het podium eindigen. Daartussen is nog Rosanne van Kerk en Linda Adams. Chantal Fauwé, denk ik dat ik moet zeggen, liever door het streepje. En dan Laura, ja, pak de winst en was ook wel de sterkste vandaag. Hè. Zo eerlijk moeten we zijn. De dame die toch haar goede vorm doortrekt van het wegseizoen. Reed nog Ben Shimai van de week. En hier wint ze in de Criterium Cup. Daar zit wel Storm met de vorm, lieven. Die heeft haar zinnen gezet. Ja, op de eindwinst misschien wel hier. Ja, inderdaad. Misschien mooi als ze iedereen nog even meeneemt. En ja, uiteindelijk wat er zo meteen gaat gebeuren.
Ja, we gaan straks door, lieve, vanavond met de superstars. Die volgen hierna. De mannen in de hoogste categorie zijn zich aan het opwarmen op dit moment, hoor. Al zeggen sommige renners dat opwarming allemaal verloren energie is. Anderen pakken toch wel duidelijk eventjes wat tijd om die benen op spanning te zetten. Om die lichaamstemperatuur alvast een beetje te laten stijgen. En dat, lieve, die temperatuur die gaat ook stijgen bij ons, hoor. En ook in de huiskamer, want het wordt de crème de la crème van de e-sportwereld in de Benelux die we straks gaan zien. Bij de superstars. We bedanken de dames, we bedanken alle kijkers die hiernaar hebben gekeken. En ook nog even een reminder, hè. Op maandag rijden we dus met elkaar de group workout van e-Racing TV. Alle ins en outs via e-racingtv.nl en de e-Racing TV Club op Zwift via de Zwift Companion app te vinden. Ja, en heb jij hier nou naar gekeken of heb jij meegedaan en denk je, goh, ik kan wel wat teamgenoten gebruiken om die Laura te kloppen volgende keer, want ze is niet onkloppbaar, dat hebben we gezien. Chantal strandde op slechts 2 seconden en er was een kopgroepje vandaag. Ja, zorg dan dat jouw teamgenoten zich aanmelden voor de Criterium Cup. Dat kan namelijk, lieve, voor elke rit los, toch? Inderdaad, dat kan gebeuren. Dat doe je op iRacingTV.nl/Criterium Cup en we gaan zo meteen naar de mannen, de volgende race, de superstars.
Yes, 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 yes. Laatste race van de dag met de superstars in de Criterium Cup bij eRacing TV. Ja, lieve heer, het laatste evenement van de avond. De eerste wedstrijdavond bij eRacing TV, 6 oktober. We zijn live met de Criterium Cup. Het toetje, lieve, het toetje van de avond. En dat komt goed uit, want ik ben een dessertman. Ja, dit is toch wel een tiramisuetje en we gaan er bijna aan beginnen. Bijna aan beginnen, Witten. We zijn eraan begonnen. eRacing TV, laatste rit, de Criterium Cup. En oh, wat een deelnemersveld, jongens, hebben we hier. Ik wil het zien. Ik ga eens even uitzoomen, Witten. Oh, dit is een pelotonnetje. De eerste race in de Criterium Cup. We zijn pas net begonnen. Ja, wat ik zei, liever het laatste evenement van de avond. En ook het evenement in de hoogste categorie. Dit is de crème de la crème van het Nederlands en Belgische e-sporten op wielergebied, liever. Dit zijn de beste renners van Zwift uit de Benelux. En die gaan hier vlammen in de Criterium Cup. Een kort evenement over 14 rondes hier bij de Superstars. De Superstars, mannen met Bram Oortgiessen, Bram vol in beeld. Wat gaan ze doen? Grid City, korte parcours. Elke ronde 3, 2 en 1 punt bij de Prime Sprint bovenaan het Kasseiklim. En aan het einde van de dag, lieven, een etappenwinnaar en nog een keer 15 tot met 1 punt op de streep voor de eerste 10. Links, links, rechts. En dan gaan we daar aan beginnen. 3, 2 en 1 punt. Gelijk te verdelen hier vooraan. Oh, Witten, ik denk dat we de beste e-sporter van de wereld missen. Dus er liggen kansen. Er liggen inderdaad kansen. Dat betekent ook gelijk kansen om jezelf goed te nestelen in dat klassement bij de eerste rit. Want veel punten hier vandaag, lieve. Die eerste punten die komen er nu aan. Als we naar rechts gaan met Erwin van der Meer vooraan. Ook een renner van Dutch Racing. Wie zien we daar? Wie zien we daar? Tibor Zwaan, de spierballenman. Hij toont hem al eventjes. In de preview van deze etappe gaat hij aan kop. En liever die spierballen zitten ook in die beentjes. Want hij gaat hem meer makkelijk pakken. Oh nee, het is Jacek. Oh, no. Tibor is het niet gelukt. Het is gewoon Jacek die eruit komt. Lieve Jacek. Ik ging eens eventjes kijken. De man hier zo, met wie ik ook op de dinsdag rij in de Zwift Racing League, die staat gewoon tegen de top 40 op de wereldranking op Zwift individueel op dit moment. En dan laat zien waarom. Pak de 3 punten hier vooraan. Oh, die heeft hier een toeval gemaakt. Die man is afgetreden. Die kan gewoon nog een piersteken maken. Dat betekent dat die man in vorm is. Ik denk, de teugels is er vandaag niet bij. Ik ga het gewoon doen. Ja, scherp koppie hoor. Weet hier dat er wat te rapen valt. De Nederlander, maar ook Belgen vooraan, lief. En ook Belgen vooraan in deze rit. Met Gert Leus, Tite van de Laar, Geel Bogaerts, Mathieu de Kop van dat sterke blok van Abus Lukol inderdaad. Meer renners daarvan ook in deze race. Volgens mij ook Johnny Coman. En hier dan toch de renner die ik eventjes verkeerd noemde in het begin van de race. Namelijk Tibor Zwaan, lief. Ja, en over dat eerste momentje gesproken, hè. Dat stukje voor de uitzending. Hoe moeten we het noemen? Ja, de preview van de show. De voorbeschouwing nog net niet, want we hebben weinig gezegd. Al was er één renner die eigenlijk wel iets zijn met beelden. Terwijl we hier onder start-finish gaan, namelijk Jody de Bok. Ook live op de Zoom. Alle renners inderdaad, zorg dat je in die Zoom zit. Dan kunnen we jou live schakelen voor die optimale ervaring in deze uitzending. En dan kan jij jouw sponsoren tonen, of van jezelf. Ja, Jody de Bok, wat deed hij namelijk? Die toonde daar iets heel speciaals, liever. Voor ons links in beeld, voor hem namelijk rechts. Wat hangt daar aan de muur? Een plaat van koersplaat. En niet zomaar een plaat, die kan je niet kopen. Die moet je namelijk winnen in de Beneliga. Dit is de etappewinnaar van rit nummer 6 in de Beneliga, liever. Ja, daar kan je de oorlog mee tegemoet gaan. Zeker. Maar oorlog is het ook op dit moment, Witten. Het is oorlog in het peloton. Als we weer naar rechts draaien. Ja. Hebben we het hele peloton nog compleet, Witten? Of zijn er mensen afgehaakt? Laat het me weten. Ik ga eens eventjes naar die live feed, lieve. Die heb ik namelijk hier bij mijn tweede scherm. 100 renners ga ik schakelen. Dan zie ik dat er eentje op achterstand is. 2, 3, 4, wat is er? 5 renners op achterstand. 44 renners in die eerste groep. En die gaan hier weer sprinten. Tibor Zwaan zei, nou, je noemde mij net wel, Witte, maar ik was het niet. Nu ben ik het wel. Ik ga mijn eentje aan de kop. De renner van Dutch Racing. En de andere renner van Dutch Racing dacht aan Jacek. Maar kan die hem voorblijven? Gaat Tibor Zwaan hier die 3 punten pakken? Nog een keer een bochtje hier bovenop. Richting die boog. Gaat hij hem houden? Ja, hij komt hard van achter, maar Tibor houdt hem wel, houdt hem niet. Ja, Lieven heeft hem gepakt. Oeh, dit is er eentje voor de fotofinish. Maar Witten, zie je dit? Terwijl die muziek aan het opbouwen, zie je dit? Dit is Van Malder, die meteen in de aanval gaat. Die denkt, dit is het moment voor mij.
Ja, inderdaad. Bjorn van Malderen van Alfa. Een racing met Bram Oort-Gieselen achteraan. Een renner die we ook op de Zoom hebben. Leidt het peloton. Deze renner voorlopig is er eentje voorop. Maar zijn voorsprong lief 1,7 seconden. Lijkt niet voldoende, maar de poging is altijd mooi. Zo vroeg in de race. Het is namelijk rondje nummer 2 van de 14 rondes boven in beeld. Alle gegevens van de dag. 24 kilometer nog te gaan precies. 23,9 op dit moment. Want ja, de meters die vliegen weg onder de virtuele wielen van deze renners. En 3,6 kilometer gedaan. Dus ronde 2 van 14. We draaien hier die U-bocht. Dan zien we de start-finish. Is in de laatste ronde, lieven. De etappewinst te verdelen onder deze oranje boog ook wat waard. Naast de eer 15 punten voor de nummer 1. En tak, volgende ronde gaan we in. Dat betekent dat we weer een tussensprintje gaan hebben. Op die prime sprint over een kilometertje, lieven. Terwijl we 5 minuutjes in deze race zitten. En een hele grote groep hier nog samen. Lieven, ja, het sterkste peloton houdt elkaar toch een beetje in een soort rurgreep op dit moment. Maar er gaat elke keer gesprint worden. Er wordt elke keer gesprint. Dat zien we hier ook. We zien dat peloton witten. We zien dat peloton. Is het de bok? Is het de bok? Wie rijdt daar weg? Oh, er wordt, er is helemaal niet één als peloton. Het is de kok. Ja, we hebben bijna de kok en de bok. Ja, we hebben ze allebei. Ja, en de kok die gaat hard, hoor, lieven. Ja, het is geen geheim, hè. Ik heb het vaker gezegd. Een van mijn favoriete e-sporters. De renner uit België hier. Misschien wel mijn meest favoriete renner van Abels de Kool. Een renner die zich ook veel richt op de cyclo's. Weet dat hij niet de absolute explosiviteit heeft. Maar beschikt wel over veel power en veel lef, lieven. Dat toont hij hierdoor van ver te gaan. En gaat staan op die pedalen. En ik zal je vast vertellen, lieven. Die gaat niet meer zitten tot we boven zijn. Want links en dan naar rechts. En dan gaan we beginnen aan dat klimmetje. En hij stampt inderdaad door. En hij heeft een goud van 5 seconden. Ik denk dat hij hier de 3 punten gaat pakken. Oh, perfect getimede bonus hier, lieve. Featherweight maakt hem nog lichter dan die rust. Ik denk dat hij opstijgt met trainer en al. Nee, je hebt het over de featherweight, Witten. Wat houdt dat in? 15 secondjes lichter, lieve. 15 secondjes minder lichaamsgewicht. Dus een hoger watt kg. En dat komt natuurlijk het meest van pas als de weg omhoog gaat. En dit zijn de enige echte hoogtemeters in deze rit. Ja, lieve, heel veel energie om 3 punten te pakken. Maar wel misschien voor hem de enige manier. En 3 punten binnen is misschien wel beter dan 6 keer, 7 keer sprinten. Soms 1 puntje pakken, dan net niks. 1 keer volle bak en dan gaan. Ja, kijk dat peloton, Witten. Kijk dat peloton. Het is 1 ja. Lang lint. Ik zei rust inderdaad, maar er is weinig rust bij hier hoor. Veel renners die proberen toch van ver te gaan, proberen het op een lint te trekken. Veel Nederlanders ook nu op dit moment voor in. Maar ja, lieve, verschillende ploegen. Het is geen Nation Battle hier, een evenement dat misschien later weer gaan draaien. Veel ploegen die toch zichzelf hebben geformeerd binnen de 2 verschillende naties, Nederland en België. Dus ja, naar die vlaggetjes kun je niet per se kijken, want ook ploegen die de nationaliteit overstijgen, zagen we al bij de dames. Hè? 2 dames van HERD in het oranje shirt op dat moment. Dit is een reden voor verschillende ploegen. Misschien hier ook wel. Ik weet dat Alfa E-Racing Team zowel Nederlanders als Belgen huisvest, terwijl we hier onder de start-finishboog gaan. En ja, hier de comment Tom Bonen gaat het winnen, denk ik. Ik voel het. En Tom Bonen, lieve, dat is de geuzennaam in het peloton van Bram Oort-Gieselen. En zit er gewoon nog netjes bij, hoor. En lieve, inderdaad. Wat een paincave trouwens. Voor de paincave? Ja, ik wil het zeggen. Dit is wel vet, hoor. Dit is wel vet. Ja, hier krijg ik wel motivatie van, hoor. Heel veel show, inderdaad. Ja, heel veel show. Maar gaat hij ook dadelijk show vertonen, Witten? Bij de volgende sprint. Want we gaan weer bellen. Volgens mij gaan we bellen. Ja. Hoor je dat belletje gaan, Witten? Wat betekent dat? Ja, dat we weer gaan sprinten in deze ronde. Nou, dat belletje kan vaak luiden vandaag, hoor. Maar liefst 14 keer. 14 keer gaan we sprinten. En in de achtergrond zien we toch renners weer terugkomen, lieve. Bij die groep. Eentje stoopt zelfs naar voren in het groen. En dat zag ik goed, want dat gaat gewoon door. Ten Sebastian Siemensma trekt door naar de kop. Ja, houdt dan toch de benen stil, lieve. Schijnaanval van de renner van Ahoy. Maar links, links, rechts. En dan gaan we weer sprinten. Oeh, en wie gaat het dan doen? Is het deze man? Is het die Sebastian Siemensma die je al benoemde? Of gaat het iemand anders zijn? Ja, maar Witte, zie je dat shot? Hebben we iedereen er nog bij? Nee, zeker niet. Zeker niet. Er zijn er, ja, toch wel 12 man vanaf op dit moment. Terwijl we weer gaan sprinten vooraan. Thibaut Zwaan, zet hem vroeg in. Het is goed voor hem en goed voor zijn teamgenoot Jacek. Zet die aero power-up in, lieve. En over die bonus gesproken. Deze ook 15 seconden. Maakt je meer aerodynamisch goed voor de sprint. En daarachter Johnny Coman. Ah, naast elkaar niet te kallen. Gaan we later terugzien in de uitslag, hoor. Wie hem hier pakt, Johnny Coman of Thibaut Zwaan voor de 3 en de 2 punt. En nog 1 punt daarachter. Ook voor een van de Nederlanders. Misschien wel Bram Oort-Gieselen zat daarvoor in. Pak misschien een puntje. En deze man, wat een kast, lieve. Wat een kast. Johnny Coman, goed in die korte races. Echt een machtsprinter uit België. Ja, en volgens mij vorig jaar die KTM Cup ook heel, heel, heel erg sterk. Etappezegens nog, hè. Ik kan hem nog zien juichen.
Ja, niet, ik kende hem nog eigenlijk helemaal niet bij ons, Witte. Maar uiteindelijk, joh, zo. Ja, die is snel gekomen, hoor. Als een komeet samen met zijn broer. Ja, flinke stappen gemaakt op de Zwift-ranking. Heeft hij vooral gedaan in de korte races, de short races. Races van 5 tot 10 kilometer. Daardoor komt hij ook zo goed uit de verf. Hier zo bij de Criterium Cup van Iris TV een format lieven met races die vooral kort zijn. En deze renner, ja, die heeft een anaeroop vermogen. Daar kan je u tegen zeggen. Ja, inderdaad. Over vermogen gesproken en allemaal dingen die jij nu noemt. De maandag, kan je dat trainen? Ja, inderdaad. Dat zijn trainingen gericht op anaeroop, op aeroopvermogen, lactaatdrempel, alles erop en aan. Dus dat doen we op de maandag. Naast de race donderdag van Iris TV zijn we ook live op maandag vanaf nu. Elke maandagavond tot en met februari in ieder geval. Terwijl weer een avond zien, maar ik maak het verhaal gewoon even af, lieven. Voor de kijkers thuis, ja, zit je nu te kijken en denk je, ik wil ook meedoen. Dat kan. Groep workout van Iris TV. Meld je aan voor de club van Iris TV op Zwift in de Companion app. Daar vind je alle events elke week weer. Ja, en dan kan je via YouTube, waar nu weer iemand abonnee is geworden, de workout ook live volgen. Maar even live naar de race, lief, want dit ga ik niet passeren vooraan, namelijk aanvallen voor die sprint straks. We hebben net de kok gezien met de aanval, gaat nu weer mee. En Sebastian Siemensma aan de achteraan. Meer renners die hebben gevoeld dat ze het niet kunnen doen in die sprint tegen sterke kanonnen als Tibor Zwaan en krachtpatsen zoals Gianni Coman. Deze renners gaan proberen te anticiperen. En we zijn vertrokken, lieve. We gaan niet omhoog. Allemaal met de featherweight bonus. En ze hebben letterlijk één straatlengtje voorsprong. Want ze gaan hier het hoekje om. En de andere moet nog komen. Siemensma vooraan. De renner van de Ooi. We zagen hem op de zoom. In het groen. Bij passen bij zijn shirt. Heeft iedereen verrast. Pak de puntjes. En de kok ook weer mee. 2 punten voor de kok. 3 voor Siemensma. En het is de hond die 1 puntje pakt. Maar ze zijn ook los, liever. 5 seconden ten opzichte van de peloton. En weten ze elkaar vinden of moeten ze bijkomen van deze sprint? Bijkomen moeten ze sowieso, maar trappen ze door. Inderdaad. Misschien mooi om hem even erbij te toveren, Witte. Mooi om er even bij te toveren. We toveren Siemensma er gewoon bij. De man op dit moment vooraan. Ja, je hebt 5 seconden, man. Sebastian Siemensma, 5 seconden op dit moment. Ja, duimpje omhoog, maar de kop moet naar voren. Kijk naar het beeld, want je moet gaan. Gas op die loelie. Maar ja, liever nu dat moment, hè, moet je wachten op die andere twee, zodat je eerder van elkaar kan profiteren? Of kan je niet wachten omdat alles dan in elkaar schuift? Ik zou het wel weten. Ik zou heel eventjes wachten op de kop, dan samenwerken om ze weer 10 secondjes op kop en deze groep proberen te slim af te zijn. Oeh, maar die groep, Witten, die groep, die heeft toch een achterstand op dit moment van 5 seconden. En het is volgens mij de hond daar, het is de kok en de Siemens, maar het zijn 3 man op dit moment aan de leiding. Nou ja, 3 mannen liever van verschillende nationaliteiten, verschillende ploegen. Goede reset hiervoor aan, hoor. 3 renners die ook renners in dat peloton hebben. Het team wat op dit moment de slag mist is toch wel Dutch Racing. De ploeg van Jacek en Tibor Zwaan die echt heel actief waren bij de eerste sprints. Daar veel punten te wisten pakken, maar nu niet mee zijn. En dat groepje vooraan houdt hem stabiel op 4 seconden. En ze hebben elkaar gevonden. Kunnen ze nu uitlopen? En ja, belangrijker nog, kunnen ze voorblijven bij die volgende sprint? Als het aan deze man ligt natuurlijk niet. Als het aan deze man ligt, ja, dan natuurlijk ook niet. Al heeft hij zijn teamgenoot voor aan, namelijk Mathieu de Kop. Deze man, lieve, ja, die kijkt nog eens eventjes goed naar de getallen op zijn scherm en zit dat te rekenen. Ga ik de sprong maken naar de eerste groep of niet? Dat is ze nu aan het bedenken. De eerste 3 man lieven. Bijna uit beeld. Ja, de man die volgens mij een transfertje gemaakt heeft naar Alpha Cycling. Dit is gewoon Michiel Offermans. Oh, Michiel Offermans. De snor. Ik had hem niet herkend, lieven. Nee, die heeft een ware metamorfose ondergaan. Die zag, ik denk uiteindelijk Tom Boonen. En die dacht, ja, ik kan dat ook. Ik kan ook even die mannen een beetje het zand in de ogen strooien. Goeie snor, hoor. Goeie snor. Jeetje. Dit is wel, Ja, ik ga hier ook voor, denk ik. De man in de Beneliga. De man in de Beneliga, onder andere Joni de Bob, maar ook Michiel Offermans. Die hadden daar uiteindelijk wist te shinen. Ja, die hebben wat gemeen. Etappe inderdaad over de Epic komt. Toen klopte volgens mij Lennart Teugels in de sprint. Over Epic gesproken? Hoho, dit is zwaar. Epic afzien, maar lief, en we gaan naar die 3 man voorin. Want de 3 man voorin, die rijden al voor de punten vooraan. We kijken nu naar het peloton, maar deze 3 rijden ervoor. Gaan het hoekje om Sebastian Siemensma voor de 3 punten. Daarachter komt Mathieu de Kok. Mathieu de Kok, ik denk dat hij zijn wiel er net niet overheen duwt. Nou, ze zijn in ieder geval even in een momentje van oorlog tegen elkaar beland daar. Zo naast elkaar voor die punten, dat moet ook. Maar je moet elkaar heel erg snel weer zien te vinden. Het is net als bij een echt criterium van dat je eventjes, ja, wel of niet sprint. Voor die premie wil je met een groepje wegblijven, dan ga je meestal niet tegen elkaar sprinten. Sprint je dan toch, dan moet je heel erg snel dat gevoel van wrok ten opzichte van elkaar weer
ja, wegschuiven en elkaar weer zien te vinden voor dat gemeenschappelijke doel, hè? Namelijk die voorsprong behouden. En Siemens, maar die snapt dat. Die weet, ik heb gesprint tegen mijn kompanen. Nu moet ik dan ook het initiatief nemen om dat gat weer groot te houden. En pak hier de kop. Trek de hond mee en de kok ook. En liever, ze hebben die sprint overleefd. Altijd een cruciaal moment voor zo'n kopgroepje. Kan je wegblijven bij de sprint, want dan gaat daarachter de tempo flink omhoog. Nou, het is gelukt. Sterker nog, 1 secondje uitgelopen. 5 seconden voor die groep. En daarachter, ja, lieve, ze zullen wat moeten doen. Inderdaad, inderdaad. Misschien mooi om zo meteen eens even een splitscreentje naar voren te toveren. Dan zie je het, hè. Dan zie je daar Viva Hollandia trouwens voor Siemens. Maar de Nederlander op dit moment in de kopgroep. Maar. Zie je dat, Witten? Volgens mij komen ze eraan. Ja, eraan komen ze zo inderdaad. Maar ze zijn er nog niet aan voor de moeite. 3 seconden. En waar komt dat dan door? Ik zie de mannen van Alfa gasgever Bjorn van Modera. En we weten dus dat hij naast Jody Jochems volgens mij onder andere dus ook Offermans erbij heeft. Ik vind dat eigenlijk heel mooi om te zien, lieven. Naast je snor, naast Offermans zelf natuurlijk. Vind ik het gewoon mooi om te zien dat er steeds meer teams komen in de e-sportwereld. We hebben eerst gezien dat heel veel goede renners trokken naar die 2 grote blokken. Hè? Dutch Racing en bij de Belgen met name de combinatie op dat moment van Sport Solid en BZR. Wat volgens mij de sponsornaam Abus LePaul op dit moment heeft gekregen. Maar ja, daardoor alle renners samen in 1 ploeg. Ja, dat is niet heel erg leuk voor de wedstrijden. Want dat betekent dat je eigenlijk Real Madrid en FC Barcelona in 1 selectie samen hebt. Nou ja, met het vertrekken van Offermans komt er dus wat meer strijd in de e-sportwereld. Verschillende teams. En liever strijd, moet ik zeggen, zien we ook voor in het peloton hier. Want die 3 die zijn teruggepakt. Of ja, bijna teruggepakt. Ik zie dat de hond er nog voorin zit. En Siemensma en de kok ook. Maar die worden teruggepakt door de rest van het peloton. Rensen zit er nu bij. Ja, alles is een beetje samengekomen. En ik denk dat iemand van achteruit nog wel komt sprinten. Nou, dat zien we ook. Terwijl ik dat zeg. Ja, zeg. Perfect getimed hier zo. Met die power-up. Niemand kan hem meer pakken, hoor. 3 punten voor Jacek, van 3, 2 en 1 daar op de streep. En Jacek heeft ook 1,5 seconden. Maar als ik deze man een beetje ken, die van, houdt hij de benen nu stil? Gaat hij eventjes op zijn effen komen? Dit is afzien, dit is hoe afzien eruit ziet. En Witte Bram heet het een pain cave. Nou, dat hoef je volgens mij niet eens uit te leggen. Ja, heel veel pijn in deze cave hoor, lieven. Heel veel pijn ook af te lezen op dit gezicht. Maar die man die kan sprinten, die gaat nu eventjes de groep doorzakken en proberen op te laden voor die volgende sprint. En dan wordt hier eigenlijk een window geopend, lieven. Een window of opportunity voor de aanvallers. Want heb je nu nog sterke benen, heb je wat over, dan is dit een momentje om een gaatje te slaan. Wie durft het, wie kan het? Voorlopig Grupo Compacto op de geloste na. Ja, die mannen die zullen ja, uit die beentjes wat moeten toveren, want die willen uiteindelijk hier winnen. En misschien is dit een heel mooi shot om ons even mee te nemen. Ja, mee te nemen in wat? Ja, mee te nemen in deze teamswitten. Want ik zie hier een aantal, ja, heel veel mooie blokjes. Neem ons eens even mee in die kleurtjes die ik hier zie. Ja, ik heb renners gezien van Ahoy kiezen vaak voor dat groene shirt. Hè? Dat shirt dat Ahoy ook heeft op de weg, hebben we ook op de Zoom gezien. Terwijl Jody Jochems van Alpha E-Racing hier in de demarrage gaat. De mannen in het zwart. De mannen die dus volgens mij met 3 of 4 renners in de eerste groep zitten. Of een man is daar ook bij. Bjorn van Malderen daar ook bij. Ja, zijn dus ook sterk in dat blok. En ook, ja, die Kranenburger rijdt op de weg volgens mij voor Oldenzaal hier. Voor Alpha E-Racing in die eerste groep. Ja, de eerste groep zien we ook renners van Sport Solid. We zien renners van MTNT, namelijk Tom Opdam vorig jaar nog voor Dutch Racing. Daar rijden onder andere Tibor Zwaan en Jacek voor. En die gaan voor die puntjes bij de sprint steeds. Ja, lief een gemêleerd veld. Veel deelnemers van verschillende teams kunnen dus samenwerken. Maar ja, op dit moment is Jody Jochems er te snel af. Die is niet van samenwerken. Die gaat gewoon alleen. En één renner die daar naartoe wilt. Ja, en die renner, Witten, wie is die renner? Wie wil er naartoe? Wie rijdt er op dit moment naar Jochems toe? Dat is Nico Buzets van het voederenteam. Die is alleen, lief. En die denkt, nou, als eenling kan ik wel naar zo'n gast toe die teamgenoten heeft. Want ja, dan kunnen die wel eens de boel op slot gaan gooien daarachter. Maar meer dan ziel denken. Ook Tibor Zwaan. Tibor Zwaan denkt, allemaal leuk en aardig. Maar ik wil die punten hier pakken. De 3 punten gaan naar Jody Jochems. Die heeft dat gat van bijna 6 seconden. Maar daarachter komen ze nu hard. Tibor Zwaan, 13,0 tikken. Die rijdt er één keer naartoe. Gaat daar die 2 punten pakken. Ja, die denkt allemaal leuk en aardig. Maar ik ga niemand laten wegrijden. 3 punten mag je hebben. Maar geen voorsprong. En als je voorsprong krijgt, dan wil ik die ook. En die voorsprong die pakken ze nu ook samen. Oh, is het maar 2 seconden, lieven. En ik denk dat alles weer samen gaat komen. Maar de punten zijn in de tas. Ronde nummer 8 van de 14 rondes, lieven. We gaan langzaam richting de finale. We zijn namelijk over de helft.
Over de helft van deze Criterium Cup, de e-Racing TV Criterium Cup. Het is op dit moment donderdag. Elke week is het koers. Deze week is het de Criterium Cup. Het is er toch 6 weken lang. En daarna gaan we naar de volgende competities toe. Dus schrijf je nog vooral in e-racingtv.nl/Criterium Cup. Dan kan je gewoon meedoen. Dat hoeft niet alleen op het hoogste niveau. Dat is de superstars. Het kan ook als je als vrouw aan het kijken bent. Die vrouwen hebben we net zien knallen. Laura, oh, die wist daar te winnen uiteindelijk. Wat een sterke renster. Maar de local heroes. De local heroes. En wat leuk is aan de local heroes. Daar waren heel veel mannen bij die de promotie gaan maken. We hebben een promotie in de Criterium Cup. Heel erg tof. Die gaan de promotie maken naar deze superstars. En die krijgen er wat concurrenten bij. Ja, wel goed om even te melden. Lieve. Bij Zwift kennen we natuurlijk de categorieën. De D tot en met A categorie. En dan soms verdelen ze zelf nog onder in plus en min. Dat is natuurlijk heel erg leuk voor de racers en heel veel racers. Zit je zo dicht als mogelijk bij de renners van jouw niveau. Maar ja, uitzendtechnisch kan dat natuurlijk niet. Wij kunnen niet 8 categorieën of 4 categorieën achter elkaar uitzenden, mannen en vrouwen. Dan zijn we van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat bezig. En nu krijgen we al te horen van de local heroes dat ze de kinderen op bed moeten leggen en dat 7 uur eigenlijk wel lastig is. Daardoor is 3 eigenlijk wel het maximum op dit moment. En ja, wat zijn dan die grenzen daarvoor? Nou, die liggen op FTP. En dan bedoelen we natuurlijk niet jouw Zwift FTP uit races, wat geschat wordt op basis van jouw 3 beste prestaties in races. Nee, je moet jouw echte FTP wat per kilogram lichaamsgewicht doorgeven. Terwijl we hier weer de aanval zien van Nico. En die heeft gewoon doorgestoomd, lieven. Ging net aan de kop met een demarrage, is er nu weer vandoor. David Smecht daarachteraan, de renner van Abus Lecol. De teamgenoot van de kop, die dat eerder ook al deed van ver. Johnny Coman, die dat al deed in de sprint. Komt hier naartoe, gaat er denk ik op en over. Ik geef David Smecht de grootste kans om hier de 3 puntjes te pakken. Ook een shout-out naar de renners die hier nog rijden, lieven. Worden gelapt op 1 rondje, maar zijn wel degelijk sterk bezig. Ga lekker door en wie weet haak jij je karretje aan bij de volgende races. Maar deze man, die haakt bij niemand het karretje aan, niemand bij hem. Hij is er eentje, David Smecht, pak hier de 3 punten. Ja, dus David de Smecht op dit moment aan de leiding. Aan de leiding in de koers bij de e-race TV Criterium Cup met op dit moment de 9e ronde. We gaan 14 rondes doen. Dat betekent dat we uiteindelijk 17 kilometer gereden hebben. Dat we er nog 10 te gaan hebben. Dat de puntjes geschraapt worden door de renners uit Nederland en België. Mooi om te vertellen. Het zijn alleen maar Nederlanders en Belgen. De beste Nederlandse en Belgische e-racers staan hier aan de start. Die maken zich klaar voor het e-race seizoen. Die draaien zich uiteindelijk een beetje warm om uiteindelijk aan het einde van het jaar misschien te gaan knallen in. Demarage hoor, lieven. Weer een demarage hier aan de kop. Weer een demarage van een renner die het alleen gaat proberen. Grootste man, zo moeten we het zeggen. Ik denk toch wel grootste man. Het is geen Duitser, het is een Belg natuurlijk. Oh ja, daar kan je natuurlijk ook Duits spreken, lieve. Voerstreek, het zou zomaar kunnen. En deze man, nou ja, goed. Niet alleen voerstreek, maar ook aanvoerder in deze race. Gaat namelijk als eerste onder het rondje door. Ja, daar pak je geen punten mee. Maar laat je wel even zien dat je uit het juiste hout gesneden bent. Als je die nieuwe power-up krijgt. Want ik krijg die hier. Verdedigt die een kleine voorsprong. En wat een mooie outfit heeft hij op van toch? Zegt Randy van Hagen. En wie is dan sowieso fan van het Alfa Racing team van deze man? Ja, Soyer ziet het er wel uit. Het Alfa Racing team, een van de e-racing teams. We hebben Dutch Racing, hè? We hebben Team NL, die uiteindelijk bij de vrouwen heel erg sterk was. Maar dit is uiteindelijk inderdaad Alfa Racing. Maar we hebben ook gewoon traditionele clubs met RWC Ahoy. Een club uit Rotterdam in Nederland, die met heel veel mannen vertegenwoordigd is. En dat is onder andere weer deze man, het is Sebastian Siemensma. En die hebben al heel veel in aanval gezien. En over de aanval gesproken, het is David de Smecht, lieve. Een van de publiekstrekkers, een van de mannen waar je voor gaat kijken. Een van de mannen waarvoor je het toetsenbord kapot ramt in de chat op YouTube, want dat kan. En ben je nog geen abonnee op YouTube, doe dat dan snel, doe dat dan nu. En kijk je niet eens naar de YouTube-stream, of ken je mensen die niet eens kijken, lieve. Ja, dan moet je ze er nu op wijzen. Alles live bij Eerst TV, elke donderdagavond. En dan kan je gewoon jouw icoon aanmoedigen. En deze man is een icoon, natuurlijk ook Siemensma. Maar ik bedoel de Smecht die er vandoor gaat voor die 3 punten. Een van de iconen van de e-sport uit België. Gaat hier omhoog op die kijkling. Gebruikt die draftingbonus. Hij probeert een beetje draft te pakken van de renners die dubbelt. Eén renner in zijn wiel die meegaat voor die punten. Dat is Grossemans. Grossemans en de Smecht gaan die 3, 2 en 1 punt hier verdelen. Oké, de 3 en de 2. Eentje blijft open voor de renners hier achter. David de Smecht laat die met zijn sollen. Gaat naar de 3. Onder de boog hier. Tak. 2 punten voor Grossemans. 1 punt voor de renners hier. 1 punt voor de renners hier. Wie pakt hem? Ik denk dat het Arno van der Wellen is die 1 puntje gaat pakken. Maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen.
Oh, wat zijn die mannen sterk, wat zijn die mannen sterk. Met onder andere Offermans en Michiel Offermans. Maar we hebben ook Erben van Meer. Maar Wit en Tibor Zwaan, die is ook vandaag present. En oh, het is vandaag hydrateren en zorgen dat je dat zweet. Ja, dat je daar vanaf kraakt. Want Wit en het is nog ja, eigenlijk best wel warm buiten. Want iedereen seizoen is pas net begonnen. En dan moet je goed drinken, dat weet onder andere ook Ruben Hond. Ja, zeker inderdaad. Goed drinken, goed hydrateren. Hij weet het. Ja, jongen, ik ben voorbereid. Grote bidon, pam. Hier, gewoon naar binnen. Hij at hem. Ja, lieve. Ik denk dat hij na de race wel wat anders at dan dat bidonnetje. Maar goed, dat zullen we misschien terugzien op de socials. Want ja, tag vooral ons in jouw pre-race en after-race foto's op Instagram, in jouw post, iRace TV. En wij zetten hem door terug naar de race, lieve. Hier grote groep en die gaat straks weer voor die puntjes. Ja, het is een beestenboel vandaag bij iRace TV met de Smecht op dit moment aan de leiding. Maar als je daarachter kijkt, ja, dan zie je dat peloton komen. En dat is jammer, want die komen weer terug, lijkt het. Ja. Met heel veel groen van RWC Ahoy. Heel veel blauw-rood met de Belgische vlag. En dat is BZR, het beste Belgische e-racing team. Die hoge ogen gooit, internationaal. Inderdaad, en dat is Bogaerts hier. Bogaerts aan de kop en twee mannen die erheen willen ook weer Belgen. David de Smecht en Groosmans. Ja, lieve en alle Nederlanders present, je moet er naartoe. Je kan niet zomaar de Belgen die overwinning geven. 16 punten geven, 3, 2 en 1 punt. Goed om nog één keer uit te zoomen en het concept nog één keer duidelijk te maken. Criterium Cup dit jaar. Ik heb het al gezegd bij de andere categorieën. Geldt ook hier, lieve, 6 manches. 6 manches waar je 6 keer een overwinning kan pakken. 6 keer 10 renners die punten pakken op de eindstreep. Maar elke ronde punten bij de tussensprints. En lieve, de top van het klassement gaat strijden in een 7e wedstrijd. Namelijk de finale. Op uitnodiging voor de allerbeste renners in die Criterium Cup. Dus al die punten bij elkaar. De beste renners daarvan. Die gaan uitmaken wie die Criterium Cup naar ze toe trekt. En wil jij mee in die finale, dan moet je hier al puntjes pakken. Dat hebben deze renners begrepen. Want die gaan hier weer naar de prime sprint op die keien omhoog. Op het beeld zien wat er voor nodig is. En op het grote scherm zien we wie die punten hier gaan pakken. Bogaerts aan de kop, die zit hier nog voor. Bogaerts aan de kop, die pakt daar de 3 punten weg. En daarachter de Smecht voor 2. 1 punt voor Goosemans. En de rest die sluit denk ik aan, lieve. Als het gaat om die etappenzegen is alles nog mogelijk. Maar die sprintjes onderweg. Ja, daar zien we toch David de Smecht wel heel actief de laatste rondes. En de Nederlanders die in de eerste ronde zo sterk waren, zien we nu even niet. Ja, wat mooi is om te zien, het zijn niet alleen die Zwift-Everters die je ziet, Witten. Het zijn ook de echte renners die je ziet. En die echte renners die je ziet, dat is onder andere Bram van Oot-Giessen. Ja, die heeft het zwaar, Witten. Maar Siemensma ook. En ja, Ruben de Hond ook. En het is mooi om te zien dat elke keer, Witten, als het kasseienklimmetje komt, dan zie je die renners in beeld afzien. Dat is het zwaarste plekje van parcours. Want daar kan je gelost worden. Daar kan je het zwaar. En wat lach is, die trainer, ze rijden allemaal uiteindelijk op een vaste trainer waar ze hun racefiets inzetten. Ja, die reageert soms ook wel op die kasseitjes. En dan lijkt het net alsof je echt op de kasseitjes rijdt. Ja, heel vet. Ja, en ik zie ook liever veel shirtjes open. Veel shirtjes uit. We gaan richting die finale. Die wedstrijd is dan natuurlijk wel kort vergeleken met wegwedstrijden. Maar liever een uur vlammen in zo'n puntenkoers. Dat is niet niks, hè? Inderdaad. Wat ook niet niks is. Ja, dat zijn uiteindelijk de mannen van Abus Le Col, moet ik zeggen. Ja, dat is ook wel mooi om te zeggen. We worden terecht geweest en dat is ook wel volledig terecht. BZR is eigenlijk het community team, als ik het goed gezegd heb, uit België. Hè, die zie je nu links onder in beeld. En rechts een beetje, dat is het zwarte team. En uiteindelijk de echte pro's. Ja, de echte mannen, de toppers. Ja, die rijden in de blauw. Zeker weten. Volgens mij heb ik dat al heel erg vaak genoemd, hoor. Maar ik zal de sponsors nog een keer blij maken. Abus Le Col in het lichtblauw met zwart. Nou ja, noem ik het voor de 20ste keer deze dag. We zagen bij de dames ook al Laura daarvoor rijden. En BZR is inderdaad de club, kan je zeggen. En dan zou het profteam dit team zijn. En de renners van BZR zien we ook wel degelijk, hoor. Want Ruben de Hond die is dus renner van BZR Eagles 2. En dat is dan het tweede team, denk ik, wat dan uitkomt in de Zwift Racing League. Ja, wil je dat wat beter noemen? Misschien goed om je community dan op te noemen om inderdaad die tags te gebruiken. Hè? Die tags achter de naam, zodat wij het kunnen noemen. Want dat gaat razendsnel voorbij. Heel veel positiewisselingen in deze race. Maar aan de kop nu Tibor Zwaan met de featherweight bonus. En die van Tibor Zwaan, die appte mij net. Die appte mij gewoon tijdens de race dat hij hiervoor een ploegentijd heeft gereden. En hier is hij ook aan een soort ploegentijd begonnen, want een groep van 5 hier los. Maar die gaan ook sprinten voor die punten hierboven. Nek aan nek. 3 op een lijn. Ik denk David Smecht net ervoor. David met Necht ervoor voor de 3 puntjes en 2 puntjes. Ja, verdeeld tussen Tibor Zwaan en Bram Oort-Giessen. Ja, dat shirt was dicht. Dat shirt was open. Dat shirt is nu weg, lieve. Maar de disco, die is niet weg. Die blijft aan.
Ja, disco bij Iedereen TV. Misschien is het mooi als we even een lekker nummertje opzetten. Want wij gaan ook feesten. Het is de Criterium Cup. Dat betekent dat het een beetje carnaval is. Een beetje kermessen misschien wel. We doen een beetje gek. En dat doet ook Bram uiteindelijk. Die gaat helemaal los. Die is aan het feesten. Die wil wel een lekker tunetje. Wat heeft hij nodig? Want op dit moment, Witten, zijn ze los. De eerste zes renners zijn los. 15 meter. 15 meter inderdaad voor deze renners. Ze kijken een beetje naar elkaar. Hè. Twee duo's hier zo. Dutch Racing voor aan. Twee renners. Dit is serieus, Witten. Abus Lukkel, twee renners. En dan ook Bram Oortgiezen van de Zwaluwe. Maar daarachter komen ze dan terug, lieven. Komt iedereen terug? Nou, zeker niet heel hard veld. We hebben dus nog 30 renners die kunnen meedoen voor die overwinning. Die zitten in 2 seconden van elkaar. Dan een mooi groepje daarachter geformeerd, hoor. Ook goed om die namen eens een keer te noemen. Stan Meeuwse, Tom Kortom, Jan Rademaker, Johan Taals, Christian van Dokkum, Erwin van Meer, Thomas Leo, Jesse Lagendijk, Christian de Heijer. Allemaal in die groep daarachter, lieven. Hard aan het doorbeuken hier. Hard aan het doorbeuken voor de gains. Hashtag Beastmode. Ja, ook deze mannen die geven toch wel blijk van Beastmode. Want het is misschien nog wel Beastmode als je gewoon doorrijdt. Als je niet meer meerijdt voor de punten. Als je meerijdt voor die gains, lieve. Wat doen die renners hier natuurlijk ook. Die proberen allemaal beter te worden. Terwijl we hier 2 teamgenoten aan de kop zien. Cijfers slaan uit naar het oranje. Een duo-attack, lieve. Trofeo Baracchi in de maak. Deze 2 renners, Mathieu de Kok, David de Specht. Terwijl ze 2 renners dubbelen, zijn weg. Alle alarmbellen gaan af in de achtergrond. En deze 2 mannen hebben er sowieso eentje van in de zoom. Nog maar 3,5 kilometer te gaan. Ronde nummer 13 van 14 rondes. 1,5 rondes en 2 mannen zijn weg. Ze verdwijnen even uit beeld. De groep daarachter wordt steeds kleiner. 4 seconden. Oh, wat een stunt is hier in de maak. Tibor Zwaan erachteraan. Tibor Zwaan er op dit moment achteraan. Maar Witte, het zijn de mannen inderdaad. Het zijn de mannen van Abus Lecol op dit moment aan de leiding. En Tibor, die moet het alleen doen. Tibor moet het alleen doen. De peloton, waar blijft dat? Waar blijft dat? Waar blijft dat? Het is code rood met het peloton. Ja, Tibor Zwaan die zal denk ik met genoegen alles uit de kast halen voor Jacek. Jacek liet zien dat hij misschien wel de sterkste sprinter samen met Johnny Command is in dit veld. Johnny Command die niks gaat doen, want die heeft 2 renners hier vooraan. Die gaan hier eens eventjes die punten wegkapen. 3 en 2 punten. De Kok 3 punten en de Smecht gaat voor 2 punten. 2 mannen die veel aan de avond zagen. En Tibor Zwaan doet helemaal niet voor Jacek, maar voor zichzelf rijdt er naartoe. 3 secondjes, beuk niet door. 1,9, wat je houdt de benen even stil. Oh, hij heeft het gevoeld denk ik, lieve. Hij heeft het gevoeld. Hij kan er niet heen. Hij kan het niet dichten. Ai. De 2 Belgen zijn op dit moment de markt. De grote ploegentijdrits van hiervoor zit nog in de beentjes. Ja, nekkie eraf inderdaad. Wel een puntje erbij. En dat betekent dat het van de renners daarachter moet komen. En die rijden op dit moment op 7 seconden, lieven. 7 seconden spoedoverleg in het peloton. Anders zijn deze 2 mannen vertrokken voor het podium. Oh, het gaat gebeuren, jongens. Let nu op, de Belgen zijn in de aanval. Oh, dit is mooi om te zien, hè, Witten. En Witten, als we uiteindelijk twijfelen of samenwerken, help, dan is hier is het bewijs, jongens. Let op, dit is het bewijs. De Belgen op dit moment in de aanval. 2 Belgen op dit moment aan de kop van de wedstrijd en ze rijden heel de boel aan gort. Ja, inderdaad. Verschilletje in materiaalkeuze in die groep. De ene gaat voor puur aero-fiets met de discwiel. De andere de trombike. Mooi passend bij een shirt. Maakt niet uit. Belletje gaat luiden, lieverd. Ultimo Giro. Laatste ronde hier voor die koplopers. En die koplopers die verliezen iets van hun pluimen. Dat gat is van 7 naar 6 seconden gegaan. En die laatste ronde, lieverd. Die laatste ronde, die heeft een twist. Dat zagen we bij alle categorieën. Namelijk 2 keer punten. Punten bij de tussensprint. 3, 2 en 1. Maar ook 15 tot en met 1 punt voor de top 10 in de rituitslag. En op dit moment is het Mathieu de Kok die bijna overboord wordt gegooid door zijn teamgenoot David de Smecht. Die neemt iets te hard over. David de Smecht is de man voor het vlakken. De Kok is de man voor de klim. Die moet nu gas geven om terug in die draf te kopen. Dat biedt perspectief voor de mannen daarachter. En dat blijkt ook wat 7 seconden is 5,9 geworden. Kan het nog of blijven de mannen weg, lief? Ik verwacht nog wel een explosie in de groep hierachter. Namelijk deze groep. En durft iemand zich leeg te rijden voor zijn teamgenoot? Nou hier in ieder geval een mannetje wat die leeg is. Die is er af. Of een man is eraf. Ja, inderdaad, een van die mannen van Alfa zal zich hebben leeggereden voor de rest. En kan nog iemand zich leegrijden en kan iemand die sprong maken. We zitten sowieso mannen op herspeekoorlijke Vinkertouw, lieven. Links, links, rechts en dan gaan we weer omhoog. Die mannen vooraan, alleen nog maar rechts. Die gaan naar dat keienklimmetje in dat gat, lieven. Onder de 6, maar nog steeds stabiel. Nog steeds stabiel. Of een mannetje die pakt over, want de weg gaat hier omhoog. Die weg die gaat hier omhoog. En daarachter is het Ruben de Hond van BZR Community Team. Community Team wat er heen wil. En ook Jari Kranenburg, die pakt nu volle bak over. Die moet het ploegspel van Alfa gaan bekroden. De gat is nog maar 4 seconden. De puntjes hier bij de tussensprint die zijn wel weg naar de 2 mannen van BZR. Met deze mooie move moet worden gezegd. De mannen van Abus Lecol. David de Smecht pakt de 3. De Kok pakt de 2. En de Kok is denk ik gezien voor de etappezegen. Want zijn teamgenoot gaat op dit moment weg. Zijn teamgenoot gaat weg. En het gat daarachter liever. Nog maar 3 seconden. Iedereen kan nog winnen in deze rit. Maar de beste papieren voor deze man. David de Smecht.
Ja, het is Mechtel op dit moment aan de leiding. En wat hebben ze dan mooi samengewerkt? Maar over samenwerking gesproken, met het is Jacek Karluk, de man van Dutch Racing, die op dit moment de peloton. Hij gaat op dit moment het peloton aan de leiding. Hij trekt de boel aan. Voor wie gaat hij dat dan doen? Voor Tibor Zwaan, denk ik. Maar de rest kan profiteren. Nou, gaat hij het halen, voor zichzelf, lieven. Ik denk voor zichzelf. Hij is de sterkste sprinter van de Nederlanders daarachter. En hij zet hem ook al in. Hij weet, ik moet van heel erg ver gaan. Maar je kan beter die draf pakken, lieven. Maar ja. Als je wacht tot hij eraf, dan ga je direct niet meer binnen. Eén renner aan de kop. Ik moet eerlijk zeggen, hij verdient het ook gewoon. David de Smecht, pak die laatste bocht. Pak hem goed, pak hem met die aerohelm. Hij gaat niet meer gepakt worden, denk ik, lieve. En hij gaat denk ik niet meer gepakt worden. Hij gaat die winst een keer pakken. Al komen ze kort, ik zie de bocht niet. Andersom, hij pakt de winst. Ja. David de Smecht. En een 1-2 voor de mannen van Lukkel. Want Johnny Command daarachter wordt tweede. En Jody Joegom van Alfa, dat team wat ook goed samenwerkt, komt nog wel op het podium. Maar de Belgen domineren deze eerste rit met David de Smecht. Een hele mooie duo-attack samen met de kok rond hij af in een overwinning. De man uit België pakt de eerste zege in de Critterium Cup bij de Superstars. En mee op het podium mag zijn teamgenoot Johnny Command en ook Jody Joegoms. Oh, en dan kijken we even terug. En dan kijken we terug en dan zien we dat het spannend is. Dan zien we dat het spannend was. Dit is uiteindelijk de herhaling, Witten. Uiteindelijk zien we daarachter. Ja, ze zien ze dichterbij komen. En die streep, die zien we hier niet. Die zien we hier niet verschijnen. Dat komt omdat hij dadelijk om het hoekje ligt. Maar Witten, de mannen kwamen te laat. Inderdaad, hier straks dat op- en afstukje, op- en af, nog even lastig. Daar zien we die streep. Moet je nog 1 uur bocht gaan ronden. Heel goed ingezette aerohelm. Die aerohelm die hem uiteindelijk ook redt, hoor, lieve. Want het gat wat hij overhoudt, ik zie de uitslag. 0,17 seconden op de streep. Het is dus net genoeg in die power-up. Ja. Echt, alles valt in elkaar voor de man hier uit België. De man van Adem de Pol. Perfect getimed. Ze komen aan zijn wiel, maar er niet overheen. Top. Uit het boekje. En dan zie je toch maar lief van, ja, de aanval kan wel degelijk beloond worden. Ook in de sprinterskoers in Crit City blijkt dan toch niet de pure sprinterskoers te zijn. Mooi gelanceerd door zijn klimmende ploeggenoot Mathieu de Kock wint. David de Smecht hier zo. Daar veel aanvallen onderweg. Deze eerste etappe in de Criterium Cup. Hier de volledige top 10. En lief van later ook de uitslagen op de socials van IRS TV. Volg ons via YouTube. Abonneer je op YouTube. Volg onze club bij de Zwift Campaign app via Zwift. En blijf op de hoogte van alle events. Races op donderdag. Trainingen op maandag. Ja, lieven, wij gaan er zo uit, hè, voor vandaag. Dan wil ik alle deelnemers bedanken. Oproepen om volgende week allemaal in de Zoom te zijn. Zie de instructies bij www.iracetv.nl/zoom. En post ook je foto's van de race, voor de race, van jouw paincave op Instagram. Tag ons erin en wij zetten door. Vanaf nu, lieven, elke donderdagavond koers. De kop is eraf. Deze mannen hebben laten zien dat het niveau hoog ligt. De lat ligt hoog dat jaar als je wil winnen. Inderdaad. En wat een race hebben we gezien met de uitslag die we hier nog als laatste in beeld toveren. Dan gaan we eruit en dan wil ik jullie allemaal bedanken voor het kijken. Ga kijken naar iRacing TV en maandag zijn we er weer met een live workout. En abonneer je vooral op ons kanaal. Heel belangrijk dat je uiteindelijk erbij bent, hè? En dat je abonneert op ons kanaal. Want uiteindelijk volg je daar de laatste video's, reviews en uiteindelijk elke live video. Dan ben je op de hoogte van de laatste evenementen van iRacing TV. En dan willen we jullie bedanken. Bedankt dat jullie erbij waren en tot de volgende uitzending weer. Volgende week maandag de live video workout met de community. Dan gaan we samen trainen. Uiteindelijk ja, als een soort spinningles, maar dan op Zwift. En uiteindelijk zijn we er donderdag bij met de volgende uitzending. De tweede rit in de Criterium Cup.